Hoi allemaal, daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nail Talk Live. Het gaat een hele geweldige worden, want er zit echt de master of masters van 3D acryl achter de tektafel om jullie allemaal prachtige designs te laten zien. Maar voordat hij dat gaat doen, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Nou, ik ben hier natuurlijk niet alleen met Pepijn, maar ook Wendy is hier vandaag weer om te zorgen dat jullie alles heel goed kunnen zien wat Pepijn vandaag gaat laten zien. Dus Wendy, leuk dat je erbij bent ook weer. Het is een hele, hele bijzondere dag natuurlijk, zei ik al, want Pepijn gaat prachtige designs laten zien. En normaal gesproken is dat natuurlijk mijn plekje, daar aan de tektafel. En het is zo leuk ook eens om Pepijn zo te zien zitten, eigenlijk een beetje met de kriebeltjes in je buik, in zijn buik, om jullie deze designs te laten zien. Ik ben benieuwd of hij er klaar voor is. En als hij er klaar voor is, dan gaan jullie nu met hem naar de tektafel. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. En ik zit inderdaad hier aan de tektafel. Ik ga 3D acryltechnieken aan jullie laten zien. Ik heb dit mixed media genoemd, omdat ik eigenlijk nog niet zo goed wist. Ik vind het altijd heel moeilijk om te bepalen wat ga ik maken. En vroeger als ik les gaf, dan was dat vaak in gesprek, ook samen met mijn cursisten. Zo van, wat willen jullie zien en dan hoe gaan we dat aanpakken? En nu moet je dat natuurlijk helemaal van tevoren zelf bedenken. Ik heb vanochtend natuurlijk het al voor de Engelse distributeurs gedaan, voor onze trainers. En vanmiddag ga ik het nu voor jullie doen, hartstikke leuk. En ik ga, zoals gebruikelijk bij mij, de dingen toch weer net iets anders doen dan ik dat vanochtend heb gedaan. Ik zal proberen goed op te letten dat jullie alles goed kunnen zien. Natuurlijk heb ik hier op mijn tafel weer mijn twee mixen staan. Mijn acrylvloeistoffen. Ik heb in de grote deppendis zit Blue Liquid en in de kleine deppendis zit mijn mix van 40% aceton en 60% liquid. Dus de grote is puur en de andere is voor mijn kleinere designs zo direct. Mijn handschoenen zijn al aan, want je moet je natuurlijk altijd goed beschermen als je met acryl gaat werken. Pepper ligt ook al lekker midden in de studio. Dus ik ga denk ik maar lekker beginnen. Nou hebben veel van jullie natuurlijk best wel vaak glitteracryl in huis. En de vorige keer dat ik met jullie in gesprek was, of deze training aan het geven was, vertelde ik je dat je eigenlijk altijd moet werken met een acrylpoeder op basis van wit. En dat is zodat je dan de mooiste definitie aan je designs krijgt. Nou, vandaag ga ik met wat andere dingen werken, want ik ga wat verschillende effecten wil ik aan jullie laten zien en uitleggen hoe je dat moet doen. Nou, ik heb een basistip gemaakt en ik ga beginnen met een bloem gemaakt in goudacryl, goudkleurige acryl. Niet met een hele grove glitter, maar je moet altijd zorgen dat als je met een gekleurde acryl glitter gaat werken, dat het een fijne glitter is. Nou, dit is bijvoorbeeld een goudglitter met een heel fijn glittertje daarin. En daar ga ik platte bladeren mee maken. Vandaag gaan we in tegenstelling tot de vorige keer. Vorige keer gingen we snijden in het blad. Vandaag gaan we in lagen werken om het effect te krijgen. Deze designs zijn ook geschikt om natuurlijk inlay te doen. Maar deze eerste ga ik dat niet doen. Ik is wel geschikt daarvoor, maar ik wil er ook nog natuurlijk wat met juwelen bij werken. Want ik vind het geweldig om ook juwelen te gebruiken in mijn designs. Nou, de tip is voorbereid en die is een soort majestic blue kleur. Je zou dit kunnen maken, dit is acryl, maar je zou ook natuurlijk majestic blue kunnen nemen en daar extreme matte overheen kunnen zetten. Of bijvoorbeeld majestic blue en diamond dust heel erg dun. Dan heb je een mooie ondergrond. Persoonlijk vind ik het altijd prettig om te werken op een acrylbasis, maar dat is gewoon ook gewenning. Want ik heb natuurlijk jarenlang dat op die manier gedaan. Nou, ik ga beginnen gewoon met mijn Ikebana penseel. Het is hetzelfde als de vorige keer. Jullie herkennen hem misschien wel aan de kleine beschadigingen. Nou, 13 jaar intussen al, mijn trusted penseel. Dus die ga ik ook vandaag weer voor jullie gebruiken. En dus mijn mengsels. Ik heb ook altijd een schone brush wipe. En iedere keer als ik mijn basis heb gemaakt, verschoon ik ook de brush wipe. Want anders wordt de brush wipe te nat en te vies. En ik wil bij de design elementen juist een droge nail wipe hebben en een schone nail wipe. Omdat ik af en toe een bolletje wat wil laten drogen of juist een bolletje wat kleiner wil maken. En dat is fijner op een schone brush wipe. Dus als jij je basis hebt gezet, brush wipe weg, nu weer brush wipe en je gaat weer verder. Nou, we gaan beginnen met deze kleurpoeder. Dat is een echte goudkleur en je ziet het ook, hij sparkelt helemaal. Ik zal hem even onder topshot laten zien, maar dan zie je ook dat het een heel fijn glittertje is. Ik ga hem even goed centreren en dan gaan we beginnen met het eerste blad. Ik werk nu
in eerste instantie gewoon met mijn normale liquid. En die leg ik neer. En je moet opletten dat die niet te droog is, maar omdat je niet al die losse glitterdeeltjes wil hebben fladderen door de kamer, en zeker niet op je basis terecht laten komen, want dat kan het een beetje vertroebelen, het zicht. Nou, je legt hem neer, je laat hem eventjes met rust en ik wil hem plat verdelen. Dus ik ga niet snijden, nee, ik ga met mijn platte kant van mijn penseel, ga ik hem helemaal vlak maken. Dus daarmee kun je ook nog de vorm een beetje veranderen, maar denk eraan dat je niet gaat trekken aan je penseel, want dan bestaat de kans dat je je design element verkeerd van vorm gaat maken. Pepijn, zijn er nou ook nog meer 3D-penselen die je kunt maken, die je kunt gebruiken om dit soort designs te maken? Ja, natuurlijk zijn die er. Je hebt naast deze, de Ikebana, heb je ook de Ultra Designer. En de Ultra Designer is eigenlijk de kleine versie hiervan. Dus die kun je daar heel erg goed voor gebruiken. Je kunt ook een penseel gebruiken wat ik zo direct ga gebruiken. Dat is namelijk de Detailer nummer 3. Maar daar kun je wat minder goed mee duwen. En dat is wat meer voor de inkleuren en het tekenen zo direct wat we gaan doen. Dus het is ook nog een soort van persoonlijke voorkeur die je kunt gaan krijgen voor een van de 3 penselen natuurlijk, aan de hand van wat je maakt. Zeker. En het heeft ook te maken met de hoeveelheid vloeistof die door het penseel wordt opgenomen. De Ikebana neemt wat meer vloeistof op dan de Ultra Designer. En de Detailer nummer 3 neemt weer wat minder vloeistof op. Ja. Nou, in de tegenovergestelde richting van dit blad leg ik er nog één. In dat opzicht heeft het wel wat weg van de bloem die ik de vorige keer heb laten zien. Waren het niet dat we nu op een andere manier het lijnenspel erin gaan brengen. Dus als je de vorige keer daar wat moeite mee had, dan is dit waarschijnlijk een techniek die je wel weer zal liggen. En terwijl die heel nat is, trek ik hem mooi zo helemaal mee uit. Zo. En we laten hem weer eventjes een klein beetje aanzetten. En ik maak hem weer plat. De inzendingen die jullie vorige keer hebben gemaakt waren echt heel erg mooi. Dus ik weet zeker dat jullie dit volgende level ook kunnen maken. En ik weet niet of je het ziet, Cerise, misschien ben je het met me eens. Maar als je nu naar die bloem kijkt die je aan het maken bent, door dat glitteren wordt die een beetje, ik vind dat een beetje veel om naar te kijken. Ik vind het lastig om mijn oog dan goed te focussen op wat ik zie. Ja, klopt helemaal. Die glitters komen inderdaad zo hard naar boven dat het moeilijk is om te zien wat er nou precies staat, hè? Ja. En je mist ook definitie. Ja, want als ik nou hier heel erg mooi definitie in zou gaan aanbrengen, door het feit dat het allemaal glittert, wordt het één grote klont glitter. Ja, klopt. Het zijn nu net 2 goudvisjes die naar elkaar toe zwemmen. Ga een kusje geven. Dan pak ik nog een bolletje en dat leg ik er tussenin. Zo, hier. Ik kies er nu voor om een klein beetje aceton mengsel te nemen. Omdat dit klein is en ik hoef deze ook niet zo groot uit te trekken. Dus ik hoef die punten er niet aan te maken. En het is dan weer fijn om dat te doen, juist met dat acetonmengsel. En je werkt heel nat, hè, nu om het goed te kunnen vervagen. Of zie ik dat verkeerd? Ik werk relatief nat, maar door de aceton vervliegt die dan wel sneller. Ja, dat is waar inderdaad. Dus hoe natter je werkt met het acetonmengsel, hoe sneller het product eigenlijk niet meer beweegbaar is. Hey, maar Pepijn, klopt het nou ook dat als je aceton in je mengsel hebt met je liquid, dat de aceton ook op een gegeven moment gaat verdampen uit je liquid? Ja, klopt dat? Dat klopt. Na ongeveer 5 nagels, als je in de salon werkt en je zou op 5 nagels acryldesign aanbrengen, moet je je aceton toevoegen. En de verhouding is ongeveer 40% liquid, 40% aceton op 60% liquid als je werkt met blue liquid. Werk je met prestige liquid, dan moet je die verhouding omdraaien. Maar ga ervan uit dat je ongeveer half-half zit. Ja. Zo. Nou, je hebt nu met glitters gewerkt, hè, Pepijn? Zeg je nou, als ik dit soort designs maak, dan wil ik een apart penseel voor mijn glitter acryl en voor mijn gewone acryl? Of zeg je van, nou, ik maak hem gewoon heel goed schoon? Of heb je daar tips voor? Hoe kun je dat aanpakken? Nou, in principe als je je bolletje goed opneemt, ik zal even laten zien hier onder de topshot camera, komt maar heel weinig glitter van je penseel af. Ja, als je hem gewoon op de juiste manier afrolt de hele tijd, er komt eigenlijk geen glitter in het haar van het penseel. En het glitter wat daarin terechtkomt, dat is non-consequential. Dat is niet echt van belang. Het zit niet tot bij je schacht, nee, zeg maar. Nee. In het als puntje. Je natuurlijk een basisnagel maakt, dus een basisacrylnagel met een glitterfading, zoals we dat dan vroeger noemden, tegenwoordig heet dat volgens mij collarboom, dan is het wel belangrijk dat je daar een ander penseel voor hebt, omdat die glitter komt veel hoger in de schacht terecht. Ja, duidelijk en logisch ook inderdaad, ja. Nou, ik ga nu naar mijn andere penseel.
Dat is dus de detailer nummer 3. En de detailer nummer 3, ik draai even mijn brushwipe om. En de detailer nummer 3, daar ga ik mijn lijnenspel mee maken. En die ga ik nu op deze nagel zetten. Dus, dit is een klein penseel. Zoals je kunt zien, zeker als ik ze naast elkaar leg, hè, dan kun je zien dat er echt wel een groot verschil is. Ja. De detailer nummer 3 is rond en deze is ovaal. Ja. Dus dat maakt het verschil tussen die twee penselen. En ik werk nu met mijn mengsel. En ik ga kleine bolletjes opnemen. Dat is een beetje een groot bolletje. Zo. Kleine bolletjes opnemen. Die ik vervolgens aan de randen van mijn bloemblad aanbrengen. Zo. Ja, goed opletten mensen, want dit is de truc, hè, van vandaag. En stel je voor dat je nou bezig bent al dit gelijk te maken met Pepijn. Zorg dan dat je niet vergeet om foto's te maken tussendoor. Want het kan zijn dat je in het heetst van de strijd dat inderdaad gaat vergeten nu. Ja, dat is goed dat je het zegt, Cherise. Ik zal daar proberen wat aandacht aan te besteden. Nou, je ziet doordat ik nu die witte lijn hier, witte producten hier heb liggen, krijg ik een scherpte aan mijn bloemblad. Ja, duidelijk, ja. En ik kan ook met datzelfde wit mijn vormen gaan veranderen. Kijk maar wat ik hier doe. Ik trek hem eerst een beetje uit, dat hij verdwijnt in de rand. En dan trek ik hem zo naar midden toe. Dus eigenlijk een V-beweging. Ik maak mijn penseel schoon, ga hier in dat kuiltje staan. En zo kan ik dan hier de vorm of de nerf in het blad aanpassen. Zo. Zo. En dan kunnen jullie misschien goed zien dat ik dus een andere vorm begin te krijgen. Ja, en ik zie het inderdaad. Ja, is heel duidelijk hoor, Pepijn. En dat ga ik hier ook doen. Stel je voor dat je nou niet tegen acryl zou kunnen. Of dat je het nou niet in huis hebt. Zou je dit dan ook kunnen doen met plastigel? Dit kun je inderdaad doen met plastigel. Alleen de randen opbouwen, dat moet je dan doen met bijvoorbeeld gel polish. Of inverven. Ja. Je zou ook natuurlijk, ik heb nog wel een trucje wat je kunt gebruiken. Mm-hmm. Als je nou wel acrylpoeder kunt gebruiken, dan kun je ook je bloemen maken met, maar die zijn wel, die gaan op een gegeven moment verkleuren. Dus dat moet je in je achterhoofd houden. Maar met nagellak remover zonder aceton. En dan kun je in ieder geval de techniek oefenen. Oh, echt waar? Ja. Wauw. Zo, hier een beetje aan het einde wil ik ook een beetje kleur aanbrengen. Zo. En schoonmaken het penseel. Maar niks werkt zo lekker natuurlijk voor dit als acryl. Ja, dat snap ik. Want acryl droogt aan de lucht en je, door je met je monomer te spelen, kun je je hele verhoudingen veranderen. Ja, ik heb het inderdaad zelf ook gemerkt. Ik ben altijd een beetje niet allergisch voor acryl, letterlijk. Maar ja, figuurlijk. Dan denk ik, nou acryl, daar kan ik niks mee. En dat is allemaal gedoe, moet ik weer liquid kopen. Maar inderdaad, Pepijn, je hebt me helemaal overtuigd. Echt, acryl is echt the way to go. Geen power gel, hè, vraagt iemand. Kan dat power gel? Power gel zou je denk ik wel kunnen, maar dan moet je platter blijven. Dan blijft het platter. Platter blijven en misschien wat acryl toevoegen misschien? Ja, je zou wat reinforcing powder kunnen toevoegen op wat acrylpoeder. Ja. Om hem wat stugger te maken. Ja. En vergeet natuurlijk niet, hè, als je met power gel werkt, om wel tussendoor steeds uit te harden. Ja. Want het zakt natuurlijk wel weg. Ja, ja, ja. Maar ik zou natuurlijk wel eens kunnen oefenen daarmee. En misschien eens een keertje kunnen kijken wat ik daar allemaal voor mee kan maken. Voor ja, jullie. Dan heb je misschien weer andere dingen waarvan je denkt van, nou dat kan met acryl weer niet. Maar met power gel misschien juist wel weer heel handig. Ja. Het voordeel van powergel is natuurlijk dat die pas uithardt als je zegt dat die moet uitharden. Ja, inderdaad. Oké, okay, ik ben dus dit aan het herhalen op de verschillende plekken van de nagel. Je ziet dat je met die detailer nummer 3 echt heel veel controle houdt over je werk. Het zijn kleine bolletjes en ik wil ook dat goud nog wel een beetje blijft doorschijnen her en der. Want anders zou het natuurlijk gek zijn dat ik dat goud heb aangebracht. Ja. Zo. Hier een mooi bolletje neerleggen. Ja, ik zie wel dat de mixratio van het product ook heel belangrijk is, hè? Ja, de mixratio is heel belangrijk. Maar eigenlijk vertelt je penseel, als je in de poeder gaat, vertelt je penseel. Dat is wel even goed om te vertellen. Het opnamevermogen van het penseel verandert wanneer de aceton in de liquid zit. Dus, als je een gewoon bolletje opneemt met normale liquid, dan is het 1, 2, 3. Haal hem eruit. Mm-hmm. Terwijl bij aceton gemengd, tik je de poeder aan en heeft hij meteen wat hij nodig heeft en ook wat hij nodig heeft om te kunnen verwerken. Dus je gaat erin en je gaat eruit. Laat niet je penseel erin zitten. Ja,
Ja, dat is een hele goede inderdaad, Pepijn. En stel je voor dat je nou geen Blue Liquid hebt, maar je werkt het liefst of je hebt alleen Prestige Liquid in huis bijvoorbeeld. Zou je daar dan ook meer aceton bij gooien? Is dat de bedoeling? Ja, ietsjes meer aceton. Iets meer erbij, hè? Ja. Zo, ik leg hier ook nog eventjes neer. En ik wil hier die nerf een beetje naar binnen toe laten komen. Zo. En als je bolletjes oppakken, is dat natuurlijk echt heel erg belangrijk. Want een bolletje vertelt je heel erg veel. Ik zal ze even hier onder beeld laten zien. Als dit het goede beeld is, misschien kan ik beter over de shoulder gebruiken. Dan kan ik hem namelijk wat beter opnemen. Kijk, ik ga nu met gewone vloeistof een bolletje pakken. Als ik dat oppak, dan moet ik erin en dan ga ik eruit en dan heb ik een bolletje. Als ik met mijn mengsel oppak, dan ga ik erin en ik ga er meteen uit. En dat bolletje is dus goed, is ook kleiner, zoals je ziet. Als je te nat een bolletje pakt, dan trekt dat bolletje eigenlijk over de haren naar boven. Ja. Trekt in het penseel. Als je een te droog bolletje pakt, dan heb je ook wel eens dat dat hij er vanaf valt. Ja. Nou, zoals dat natuurlijk op expres, maar dan valt je bolletje er vanaf. Dus een bolletje met gewone vloeistof 1, 2... erin en hij hangt aan je penseelpunt, wordt rond, met aceton gemengd is het dus erin. Boom. Ja, en hij heeft hem gelijk. En hij trekt ook niet dan de nagel op. Zo, even een laatste bolletje hier aanbrengen. Dus het is eigenlijk wel een goed idee om, zeg maar, voordat je gaat beginnen met je design, dat je toch eens gaat proberen eerst om wat bolletjes op te pakken. Om even te kijken sowieso of je juist een mengsel hebt en te kijken of je inderdaad die mixratio goed snapt. Ja, en vroeger als ik op een beurs werkte, was het zelfs zo dat voordat ik begon met demonstreren, ik altijd eerst even een bloemetje maakte. Ja, op de deksel voelen van mijn pot. En wat ik ook nog wel deed, bijvoorbeeld toen ik wedstrijden deed, dan ging ik vroeg naar de wedstrijdvloer en dan zat ik te wachten aan mijn tafel en dan ging ik acrylbloemetjes maken om gewoon mijn acrylmixratio in mijn vingers te krijgen. Ja. En dan wist ik gewoon zeker, oh, nou, dat gaat lukken. Ja. Lukte niet altijd, want ik had een keer een model, de brak de duimnagel af en dat was dus een vet nul. Maar dat dacht niet aan dat bolletje, in ieder geval. Nou, nee, ik heb hier maar dus een beetje zo leuk die bloem neergezet. Dan vind ik dat we hier een beetje schaduw moeten toevoegen. En vorige keer deden we natuurlijk de schaduw eerst. Nu bepaal ik pas dat ik die schaduw wil hebben, omdat ik vind dat dit deel van de nagel te hel is. Mm-hmm. Nou, schaduw doe je nooit met je acryl acetonmengsel. Schaduw doe je altijd met je gewone liquid. En dat is omdat die anders te compact wordt. Ja, dan hard hij in principe onder je vingers hard hij al uit. Ja, en dan kun je hem niet mooi zo uitblenden. Ja. En dan hiermee corrigeer ik ook hier deze lijn. Zo. Mensen zijn heel erg blij dat je net even voor hebt gedaan hoe jij dat met dat bolletjes oppakken, hoe jij dat een beetje bekijkt. Er zijn toch mensen die daar toch wel inderdaad wat problemen mee hadden. Nou, dus bedankt daarvoor. Dat graag gedaan, maar dat is natuurlijk ook wel waar het helemaal om gaat. Ja, zeker, ben ik mee eens. Zo, een beetje schaduw. Ik val even stil, omdat ik in mijn oor een tip hoor van Wendy. Ja, daarvoor viel ik ook stil. Ja, zeg maar. Een blad maken met allemaal verschillende rondjes daarop, in verschillende maten. Dat plastificeer je en dan kun je oefenen, kleine bolletjes oppakken, grote bolletjes oppakken. Dus dat is een hele leuke. Nou, in principe heb ik zo natuurlijk die bloem gedaan. Maar ik denk wel dat jullie het met me eens zijn dat die een beetje saai is zo. Daarvoor hebben we natuurlijk altijd onze geweldige nail art in de buurt. Want daarmee kun je een design verfraaien of in ieder geval lekker opkalevateren. Ik heb hier een paar verschillende dingetjes op mijn palet die ik vandaag misschien ga gebruiken. Bullions, de mooie cabochon opalen, gecrushed opalen en natuurlijk deze lekkere gouden strassteentjes. Nou, ik zet het liefst vast met een bolletje acryl. Dus ik neem een klein bolletje acryl, die leg ik zo in het hart van mijn bloem. En ik neem mijn wakstoel en dan kies ik lekker deze cabochon opaal. Prachtig, die past er echt bij. En dan hebben we in ieder geval alvast een lekker ornament in het midden. En dat doe je dan altijd met acryl, Pepijn? Daar zou je ik vind dat bij een acryldesign heel fijn, maar ook omdat hij meteen alle verhogingen in het design opvult. Zeker. Dus die steen zit helemaal
rotsvast. Ja. Dan pakken we natuurlijk ook nog wat booleans. Want wat is nou een design zonder booleans? Ja, uitkomst, hè? Ja, gemengd natuurlijk in supreme finish in dit geval. Zou je ook kunnen mengen in mat. Als je het nou in mat mixt, hè, die bullions, heb je dan ook dat die bullions zelf een beetje mat worden? Of valt dat niet zo? Een heel klein beetje. Klein beetje gewoon. Een heel klein beetje. Oh, sorry. Zo. Nou, dan hebben we dus, als we dit zo doen, dan heb je dus een eerste design, waarvan je dus de bladeren op een andere manier hebt opgebouwd. Ja, prachtig hoor. Het enige wat ik even wil doen, is hier met wat liquid dit schoonmaken. Want ik zag dat daar wat te veel supreme finish zat. En zo kun je hem dan uitharden. Ja, mooi. We hebben het natuurlijk gehad over die penselen. Net zoals die Detailer 3, die kun je eigenlijk voor alles gebruiken. Ik gebruik mijn Detailer 3 echt overal voor. En nu dus ook voor acryl. Maar hoe ga je dat dan doen als je in de salon daarmee gaat werken? Hou je dan de penselen allemaal apart voor ieder product een ander penseel? Of zeg je van, nou, ik kan dat best onderling gebruiken als ik het maar goed schoonmaak? Nee, voor ieder product een apart penseel. Want het schoonmaken, zeker van gel, is... Ja, ik zou voor ieder product echt een ander penseel gebruiken. Je kunt gelpenselen wel schoonmaken in acrylvloeistof. En dan zou je met acryl kunnen gebruiken. Maar je werkt met gel op een andere manier dan met acryl. Dus de haren gaan op een andere manier in hun punt staan. Ja. Daar gaat het eigenlijk met name om. Bij het acryl... zit je echt wat meer te duwen en te trekken, terwijl bij gel ben je meer aan het strijken. Ja. Dus die haren hebben de neiging bij gel platter te worden. Bij acryl zijn ze spitser, bij de Detailer nummer 3. Ja. En dat, bij schilderen gebruik je beide manieren, zowel puntig als plat. Dus dat is weer een andere manier. Dus ik zou ze gewoon apart echt houden. Apart voordat je ook verteld, haar heeft een geheugen. Hè? Ja. Dus als jij het penseel altijd op dezelfde manier met dezelfde techniek gebruikt, is die daar ook het meest geschikt voor. Nou, dankjewel Pepijn. Ik heb een aantal leuke comments voor je. Wendy Maria zegt erg mooi Pepijn. En Bianca is daarmee eens. Die zegt nu al super gaaf. Gemma zegt nou, je bent inderdaad super. Oh, dat had ze tegen iemand anders. Sorry. Etty Schurgold die zegt nou prachtig. Ben ik het helemaal mee eens. Echt. Groene blaadjes zouden ook leuk opfleuren. Maar ja, je bent nog niet klaar voor vandaag. Hè? Dus ik weet dat er nog allerlei leuke dingen aan zitten te komen. Zijn mensen verliefd? Het is allemaal alleen maar positiviteit. Mee zegt mooi Pepijn met een bloemetje erbij. Ik heb hem ook hier in een goudkleur, in een warme variant. Ingecombineerd met zwart. En dan heb ik hier de blauwe variant. Mooi. Dit is dezelfde techniek. Dus je ziet op dezelfde manier hoe dat is opgebouwd. En hoe die lijnen erop zijn gebouwd. Dus dit blad is vergelijkbaar met dat blad, als je goed kijkt. En dat onderblad is weer vergelijkbaar met deze. Ja. Dus op die manier kun je met één techniek heel veel verschillende dingen doen. Prachtig. Ik heb nog een vraagje van Helene. In de vorige 3D bloemendemo werd aan de achtergrond, van de bloem een contrasterende kleur gezet. Heeft dit te maken met de schaduwen in de bloemblaadjes? Dat klopt, ja. Ja. Dat klopt, want zeker bij een uitgewerkt bloemblad, dus een uitgeduwd bloemblad, is die schaduw belangrijk. Maar ik ga die schaduw nu ook gebruiken, want we gaan nu een variatie hierop maken. Ik begin eventjes weer met een ondergrondkleur en dat is gewoon weer mijn favoriete of all-time neonroze. Ja, cool. De complimenten blijven binnenstromen, Pepijn. Je gaat dit toch nog wel even nalezen, hè, dadelijk. Ja, natuurlijk ga ik het nalezen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Het allereerste wat ik doe als we offline gaan. Ja, hè? Ja, ik ook altijd. Dat is gewoon even leuk. Even kijken hoe jullie echt allemaal reageren. Het is allemaal heel positief. Terwijl die nat is. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil eerst nog een beetje glitter op de punt aanbrengen. Ja, soms raak je jezelf een beetje kwijt als je bezig bent. Ik neem een klein beetje glitter, een beetje rood-gouden glitter. En die breng ik op de punt aan. En die breng ik mooi zo naar die punt toe. En die blend ik een beetje uit. Als het te veel, haal je natuurlijk weg. En dat doe je allemaal met een plat penseel. En je brengt hem terug naar voren toe. En dat platte penseel, dat is belangrijk. Dus dit bedoel ik met een plat penseel. Omdat je hem dan zo dun als nagellak kunt aanbrengen. Ja. En je hoeft ook dus je tips niet altijd te buffen. Want het blijft geweldig plakken op een ongebuffte tip. Ongebuffte tip. Dat is een woord voor Scrabble. Ja, het smelt een beetje hè, door de liquid, ja, het denk versmelt. Ik. Het krijgt een beetje, ja, het smelt aan elkaar vast. Nou, dan gaan we een beetje schaduw aanbrengen. Dat doe ik ook niet met natuurlijk, wat ik al heb gezegd, niet met het gemengde product, maar gewoon met de pure liquid. En ook met de platte kant van het penseel. En die dep ik er zo lekker een beetje doorheen. Zo. En dat hoeft allemaal niet te precies, hè.
Sterker nog, het is juist leuk als het niet precies is. Zo, een klein beetje zwart eraan toevoegen, want ik wil veel contrast hebben. En hoe zou jij dit oplossen als je bijvoorbeeld met een gel polish zou werken, Pepijn? Want stel je voor dat je nou zegt van nou, ik heb zoveel mooie kleuren gel polish in mijn lade, die wil ik gaan gebruiken. Hoe zou je dat dan oplossen? Geef jij daar zo'n voorbeeld van? Dat zou ik dan doen door de extreme mat overheen te zetten, ja. Om op te buffen. Je kunt ook op een glad oppervlakte werken, hè? Dat zal ik eens laten zien, want dit moet toch even drogen. Ja. Want op een glad oppervlakte werken, want die acrylbloemen zijn natuurlijk al mat van kleur. Dus als je die op een matte ondergrond zet, dan wordt het allemaal erg mat. Het is juist ook wel leuk om te zeggen, weet je wat, we zetten het op een glanzende ondergrond. Maar je moet hem dan even de tijd geven om te settelen. Nou heb ik hier, toevallig, zwarte Colourpops. Dus een zwarte Colourpop kun je gewoon vergelijken met een glanzende gel polish nagel. Want het is gewoon ook glanzend en is glad. Nou, dan moet je maar eens kijken wat er gebeurt als je hierop gaat werken. Ik leg even mijn penseel weg en ik neem een Ikebana penseel. Als je werkt met een gewone liquid en je neemt een bolletje op, even een bolletje pakken, dan als je die neerlegt zul je zien dat die heel veel meer gaat uitlopen. Je ziet die randen verbreden en je moet hem dus dan echt met rust laten. Dus ik zet er even mijn lijntje in en je moet hem echt laten settelen. Hij moet zichzelf eigenlijk gaan verbinden aan het oppervlak. Ja. Dus die onderlaag, zou je van kunnen zeggen, die moet al helemaal gehecht zijn. Ja. Nou, dan als je daarop aan het werken bent, dan kun je gewoon, moet je zachtjes en met liefde, kun je dan hem zachtjes verplaatsen. Ja, niet te hard drukken, dat is het belangrijkste. Niet te hard drukken, want hij gaat gewoon glijden. Ja. Maakt het best wel toch een beetje moeilijker eigenlijk, denk ik. Nou, je moet gewoon iets meer de tijd nemen. Ja. Maar het is wel te doen, kijk. Ja, maar ik zie het inderdaad. Ja. Zo. 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 Zie je dat? En wat het leuke nu is, is dat je dus dat contrast hebt tussen dat matte van die acrylbloem en die glanzende nagel. Maar op zo'n glanzende nagel werk je weer anders als je met je mengsel werkt. Ik heb nu mijn mengsel. Laten we die hieronder leggen. Die heeft ook de neiging wat meer te glijden, maar je hebt natuurlijk nog steeds niet zoveel tijd. Dus je moet nu wel wat preciezer dat product al gaan verplaatsen. Ja. En wel al op tijd gaan snijden erin. Ja, dat want is lastig. Anders heb je dus geen controle er meer over. Dan krijg je hem niet meer verdeeld. Ja. Dus je moet hem goed snijden. En wat er nou wel eens gebeurt, als je met acryl designs werkt op een glanzende gel polish nagel, is het volgende. Kijk, jullie zagen dat ik hier veel sneller mee was, hè? Ja. Sorry. Wat er nou gebeurt wel eens, is het volgende. Ik neem weer een bolletje met mijn acryl mengsel. Ik ga hem neerleggen en dan hoop ik dat ik dat kan nadoen. Je gaat hem verdelen, dus ik blend hem. Maar dan gaat het acryl trekt een beetje terug tijdens het krimpproces. Waardoor je, als je niet, ik moet hem dus even met rust laten en niet doorgaan nu. Waardoor je, als je gaat duwen, krijg je er harde lijnen in te zien. En dan krijg je eigenlijk separatie van pigment. Zo kan ik het beste vertellen. Zie je hier dat het hier, dat hij daar een beetje wolkerig wordt, een beetje vlekkerig. Ja. Dat komt omdat hij loskomt van het oppervlakte. Ah, ja. Dus je krijgt een minder mooi verloop dan dat je hier krijgt. Ja, ik zie het. Dus je moet het af en toe een beetje terugduwen naar zichzelf toe. Zo. En zo hou je die controle er dan over. Ja. Nou, ik vind het wel heel erg knap dat jij dit kan. Echt, volgens mij kan jij ook alles. En er is nog iemand die het daar echt helemaal mee eens is, Pepijn. Dat wil ik je heel even laten weten. Ik zal het voorlezen, een hele mooie comment van Jaap. Hier heb ik Pepijn al jaren terug om bewonderd. Blij dat wij Pepijn zo 10 jaar geleden in persoon hebben mogen ontmoeten. En nog blij dat hij ons team kwam versterken en gelukkig ook de laatste jaren gaan leiden. Hij heeft Magnetic een geweldige boost gegeven. En dat kan dankzij Nail Talk Live ook iedereen ervaren. Nou, ik ben het zo mee eens. Ja, dat mooie dat woorden. Lief. En dat is intussen al 13 jaar geleden. Ja, kan je nagaan. 13 jaar. De tijd vliegt, hè. En was het ook maar 13 kilo geleden? Maar nee, dat niet. ik heb intussen deze basis dus klaar. Ik weet niet of ik door kan gaan. Ik ga gewoon door. Wat ga ik nu doen? Nou, stel je nou voor, jij hebt bij jou thuis acrylpoeders, maar die zijn niet op wit.
Want jij vond het juist mooi dat ze een beetje transparant zijn. Dat kan natuurlijk, want het is prachtig voor een inleennagel, prachtig voor een lange verlenging. Maar dus niet ideaal om daar designs mee te maken. Nou hadden wij vroeger een kit en die heette de Bliekendael collectie. En met de Bliekendael collectie, die waren transparant, maar wel gekleurd. Nou, die wil ik jullie nu laten zien hoe je daar dan mee werkt. Dat ga ik ook wel weer opbouwen, maar we gaan daar een ander design mee maken. Nou, je ziet hem hier onder scherm. Je zou denken het is een dekkende kleur, maar als ik hem oppak en ik doe dat wat natter, dan zie je dat die semi-transparant is. Ja. Nou, dus, ik ga die wel gebruiken en ik ga een ander type bloem maken, een beetje een kelkachtige bloem. En ik werk met mijn mengsel en ik concentreer me nu alleen maar op de buitenkant van de bloembladeren. Dus ik leg mijn bolletje neer, je ziet dat hij mooi compact blijft. En ik trek hem zo lekker naar het hart toe. Hier komt straks het hart. Nou, plet hem, gewoon lekker pletten. Kind kan de was doen. Weet je wat nou het grappige is, Risa, en ook jullie thuis? Ik had vroeger, als ik natuurlijk les gaf, had ik cursisten die dat snijden en duwen heel goed begrepen, maar die dit dan weer moeilijk vonden. En ik had cursisten die vonden juist dit heel erg makkelijk, maar dat snijden en duwen lastig. Dat ligt een beetje aan hoe je hoofd, hoe je dingen ziet. Ja. Of je dingen van voor naar achter ziet, of in een beweging ziet. Nou ja, dat wilde ik even zeggen. Ik ga door, ik heb één blaadje. Je merkt ook dat als je met die aceton werkt, dat je best wel door kunt werken. Hè? Want soms kreeg ik ook wel eens te horen van, ja, maar het kost allemaal veel te veel tijd. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, het gaat eigenlijk best wel snel in tegenstelling tot plastigel, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik herinner me nog een bloem die jij een keer hebt gemaakt. Zullen we daar maar heel snel over ophouden? Dan, oh, die was dan zo mooi. Ja, die was wel heel erg mooi. Maar wat duurde dat lang, hè, Pepijn? Oh, mijn hemel. Ach, met dat inschaduwen en dat ik heb hem ook nooit meer gemaakt daarna. Maar ik heb hem hier wel liggen. Oh, echt? Ja, ik heb hem hier liggen. Oh. In de studio. Nou ja, Anja Verret die zegt hier, ik ben na één bloemetje gestopt na de vorige live. Omdat ik een raar tintelend gevoel in mijn lippen kreeg als ik met acryl werk. Maar als ik Pepijn bezig zie, zou ik het toch wel weer willen proberen. Dat tintelende gevoel, dat heb ik wel eens vaker gehoord hoor, bij iemand. Misschien was het ook Anja. Maar is dat nou, moeten we daar ons heel erg zorgen om maken? Of is het iets herkenbaars, Pepijn? Nee, ik heb nooit een tintelend gevoel gehad als ik aan het werken was met acryl. Wel op andere momenten natuurlijk. Even nadenken hoe ik dat moet gaan vertellen. Ik moet even dit bloemblaadje. Hoe je dat netjes kan vertellen. Maakt niet uit hoor. Wat dat is dat ik denk dat dat een soort psychosomatische reactie is op de geur die vrijkomt. Dus dat dat een psychische reactie is waardoor je denkt, dit is iets geks. Want dat, het is bijna niet mogelijk. Je moet een acrylallergie bouw je op in de loop der tijd. En daar heb je dus echt wel een behoorlijke blootstelling voor nodig. Ja. Dus een spontane acrylallergie, dat heb ik nog nooit meegemaakt dat dat echt ook was bewezen dat dat zo is. Maar ja, als je denkt dat dat, je moet natuurlijk nooit het risico opzoeken. Nee, maar het is niet iets 1, 2, 3 om je eigen heel erg druk over te maken. Zo kan het gerust nog een keer proberen, zeg jij, Pepijn. Ja. Oké, ik heb natuurlijk die basis nu gezet en ik ga nu niet met wit werken, maar ik ga nu met een pasteltint werken, deze tint. Heb je nou zelf niet zo heel veel kleuren? Deze designs bouw je op in lagen, dus je gaat van donker naar licht, dus ik blijf nu in de roze tinten. Je zou natuurlijk gewoon met een neonroze acrylpoeder en witte acrylpoeder kleurnuances voor jezelf kunnen mengen. En op die manier kan je dan natuurlijk doorgaan. We hebben hele handige mengpotjes, die zitten zo in zo'n kitje. En dan kun je net een hele kleine hoeveelheid mengen. Ik ga dus nu het lijnenspel aanbrengen. Maar als we nu gaan kijken naar deze bloemen. Het lijnenspel is altijd een beetje abstract. Hè? In mijn gevoel is dat altijd. Ik heb een richting nodig voor mijn bloem. Mijn bloem moet een kant op bewegen. Net als het leven. Nou, als ik hier naar kijk, dan zie ik dat ik hier een hele mooie lange lijn heb die naar beneden loopt. En ik zie hier diezelfde lijn in. En ik zie hier ook een beetje die lijn. Het is dus die lijn die ik ga volgen met dit design. Ja. Het is eigenlijk nu al heel mooi op Pepijn, maar ik weet dat hij nog mooier gaat worden. Je neemt een klein bolletje op, ik begin lekker hier. Je neemt een klein bolletje op, je blendt hem een beetje naar de randen en je blendt hem uit. Het is echt blenden en creëren, blenden en creëren. Je blendt hem uit. Je zorgt ervoor dat hij overvloeit, overloopt in die basiskleur. En dan ga je met je penseel vanuit het hart van het blad, ga je je bewegingen erin brengen. Zo. En je kun je hem, als je wil, zo'n beetje over de rand modelleren. Dat is echt pers, dus hè, Pepijn? Je verandert een beetje de beweging van het blad. Ja. En je perst hem er echt, als je dat vanaf de zijkant ziet, hangt hij er echt overheen. Ja, ja. Kunnen jullie dat zien?
Het is echt mooi duidelijk hoor. Ja, dat is het genot van die studio. Ja. Die eerste keer dat ik in de studio zat te werken, want ik probeerde dat vroeger altijd uit te leggen, maar het zijn, als je op een meter afstand staat, zie je dat gewoon niet. Nee. En zo kun je het echt onwijs mooi zien. Volgende lijntje. Ik trek hem mee naar binnen. Ik draai hem om, maak mijn penseel schoon. Ik ga erin staan. Ik ga blenden. En dan ga ik duwen. En niet trekken, maar duwen. Ja. Modelleren. En je gebruikt echt alleen maar dat uiterste puntje van je penseel. Een heel klein stukje omhoog en that's it. Ja. Kijk. En die Tele 3 is best wel toch een vrij zacht penseel in tegenstelling tot de Ikebana, hè, Pepijn? Ja, het is een ander type. Ja, dat komt omdat er minder haar in zit. Ja, dus daar moet je wel even rekening mee houden op het moment dat je dan met je Tele 3 aan de slag gaat. Ja, zeker. Even mee spelen. Maar het haar natuurlijk naarbij je hoger bij een penseel komt, wordt het harder. Kun je meer druk zetten. Ja. Bijvoorbeeld, ik zal dat eens. Stel je voor, ik wil deze echt wat laten overhangen. Ja. Ik neem een bolletje, ik leg hem hier neer op het randje. Ik wil hem eerst even verbinden. Net als dat we dat de vorige keer met de roos hebben gedaan. Ja. Dus ik wil hem verbinden. Dat bedoel ik met dat hij daar mooi is uitgewerkt. Dan ga ik mijn penseel schoonmaken en dan ga ik erin staan. En dan probeer ik hem naar die zijkant te duwen. En dan zie je dat hij een beetje stug is, hè? Ja. Als ik nou die lager dat penseel ga gebruiken. Ja, ik zie het. Dan kun je hem zo nog helemaal over die nagelrand heen trekken. Prachtig. Of die bloemrand. Ja, je moet echt een beetje durven, hè? Om het plat te duwen. Ja. Ja, geweldig. Ja, en waar je voor moet waken is dat je hem niet te plat duwt. Ja, dat hij verdwijnt. Ja. Nou, een bolletje erbij. Mooi. Dus je maakt eigenlijk van ieder blaadje dus weer verschillende blaadjes. Ja. Nee. Sorry. Of lijkt dat zo? Zijn dat de nerven dan eerder, hè? Dat zijn nerven. Ja. Dat zijn de verhogingen in het bloemblad. Ja. Daarom verdwijnen ze ook steeds naar niks. Ja. Want je speelt met het relief. Maar ja, als het voor jouw brain beter werkt om te denken dat het extra blaadjes zijn, is dat ook goed, hè? Want het is maar hoe je het interpreteert. Ja, heel mooi. Zo. Ik zit weer, net zoals natuurlijk vanochtend, ja dat weten jullie niet, maar ik zat vanochtend zo vreselijk in dat beeld van Pepijn dat ik de comments gewoon een beetje vergat. Net als nu weer, en nu zegt Wendy in mijn oor, hallo, ze willen allemaal les van Pepijn. Ja, achteraan de lijn. Want ik ga eerst. Ik zou ook wel willen hoor, echt waar, ik begrijp dat. Nou, wat wel leuk was, we hadden eigenlijk gepland voordat de lockdown kwam. Ja. Om met de trainer samen te komen. En dan zou ik jullie 3D-bloemetjes lesgeven. Ja. En dat hebben we toen veranderd in een live workshop voor jullie thuis. Zelfs op dezelfde dag was dat. Ja. En want het leek ons zo leuk om een keertje samen gewoon te zitten om dit weer eens te doen. Want het is een beetje een verloren ambacht. Ja, klopt inderdaad. En we waren allemaal helemaal wild. En nou ja, als je dat wil leren, dan moet je dat van Pepijn leren. Dus ja, wij dachten daarmee een mooie privé-training te hebben, zowat. Maar die hebben we met jullie gedeeld. Ik hoor van Wendy in mijn oor, die zegt, die gaat er echt nog wel komen. Nou, dat geloof ik ook wel, maar dan misschien maar ik zou het met misschien ook wel weer eens leuk vinden om als straks de lockdown weer gewoon achter de rug is en jullie willen echt een keertje live dit doen, om nog een keertje een les hiervoor te plannen. Nou, geweldig. Ik geloof dat we al inschrijvingen krijgen voordat er überhaupt een aankondiging gaat komen. Heel leuk, Pepijn, goed idee. Nou, het is ook wel echt heel leuk als je ermee bezig bent. Ja. Zo, oké, deze blaadjes zijn nu wel een beetje gedaan, hè? Want we kunnen wel uren doorgaan, maar dat hebben we geen tijd voor. Dus wat ik wil gaan doen is licht geven, highlighten. Nou, dat doe ik nu, want er komt nog een laag bladeren hiervoor te zitten. Dus ik ga highlighten, en dat doe ik natuurlijk met een lichtere kleur, dat doe ik met wit. Maar dat ga ik niet overal doen, niet op ieder bolletje wat ik heb aangebracht. Dat kan wel, dat is wel heel leuk om te doen. En dan kun je helemaal losgaan. Maar dat ga ik niet doen, want dan denken jullie op een gegeven moment bij jezelf, ja, ik heb het nu wel gezien. Dus ik ga gewoon met een beetje witte poeder, kleinere bolletjes neem ik dan nu. En dan ga ik echt op die omdat ik deze zo heb laten uitsteken, ga ik daar een beetje wit op aanbrengen. En die blend ik er dan lekker zo in. Zo. En met je wit kun je ook altijd de vormen van je blaadjes nog een beetje veranderen of corrigeren. Dan denk ik dat het hier ook wel leuk is. En blend hem erin. Blend. Draai je pens of je tip om, in dit geval.
En duw hem lekker in. Ja. Zo, boem, boem. En dan gaan we terug en dan nemen we nog een beetje wit. En dan komt hij nog meer naar buiten te staan, hè, Pepijn? Dan klapt hij eigenlijk om. Dan gaat hij gewoon, ja. Maar je kunt hier natuurlijk helemaal mee losgaan, hè. Je kunt, ja, het hele, je kunt hem helemaal achterstevoren, ondersteboven hangend maken. Gooi, mooi, en je duwt en je zegt en je doet. Denk bij jezelf, tjoek, tjoek. Zo. Dan vind ik alleen dat deze plek nu niet in verhouding is. Dus daar moet ik een heel klein beetje wit toevoegen, anders kan ik het psychisch niet handelen. Oh, knap dat je dat ziet. Ik zou echt denken van, ik ben blij dat dit erop staat. Ja, maar je moet naar de harmonie in het design kijken. Ja. Maar het is gevoelsmatig. Ja. Hè? En ieders voorkeur voor harmonie is ook weer anders. Klopt. Oké, nou, dan hebben we hier een basisje gedaan. Nou, dan moeten we dat natuurlijk weer een beetje gaan opvrolijken. Ik zeg al, er komen nog een randbladeren voor. Nou, ik ga dus ook weer naar mijn Ikebana toe, want dit is weer een grotere applicatie. En ik ga nu ook weer die lekkere, die basiskleur pakken. En die basiskleur is dus die semi-sheer powder. Je zou dat een beetje kunnen vergelijken met opaque pink. Of opaque pink. Opaque, ja. Zo. Wel met mijn mengsel, want als ik dit nou zou... Oh, dit is ook heel belangrijk. Als ik nu deze laag zou gaan oppakken met mijn gewone vloeistof, dan loopt mijn bloem, mijn bolletje zo in die nerven. Ik wil die compactheid hebben van die acrylmenging. Want die zorgt ervoor dat ik hem kan modelleren. Ja. Nou. Een iets groter bolletje en die leg ik er ongeveer zo hier neer. En die breng ik een beetje in een puntje hier naartoe, zo. En dan ga ik met mijn penseel dit van me afduwen. Ik duw het als het ware omhoog. Niet te veel dit bolletje raken. Maar ik duw hem van me af. Mm-hmm. Rustig, hè? Voorzichtig. Niet te hard. Maar ik vind het lekker om dat een beetje zo te doen. Zo. Lekker breed maken. En duwen. Duwen, 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 duwen. Nou, dit is echt heel gek als je dat zo dat is heel raar inderdaad. Ik wou net zeggen, dat is heel spannend om dit te gaan doen. Je zou denken dat je het verpest hebt. Wat ik nog wel eventjes doe, ik pak nog een klein beetje bij. Want ik vind dat hij hier ietsjes meer lengte mag hebben. En dat doe ik nu, dat geeft dan ook mijn bolletje even de tijd om even te settelen. Voordat ik mijn volgende laag erop aanbreng. Wel inblenden. Zo. Penseelwissel. En we gaan weer naar de detailer nummer 3. En ik wil dus nu hetzelfde lijnenspel gaan creëren. En ik ga weer naar mijn middenkleur. Die leg ik hier neer. Blijf wel van die andere hoek af. En trek hem een beetje mee. Zo, maak een klein U'tje. Ga erin. En blend met de punt van je penseel. Ik zit ook altijd heel gezond als ik dit soort dingen aan het doen ben. Wat zeg je? Dat ik altijd heel ongezond zit. Ja, je houding is wel heel bijzonder inderdaad. Maar dat komt ook natuurlijk omdat je onder dat topshot moet blijven, hè? Ja, maar ook omdat ik altijd zo zit. Ja, je houding is niet best. Zo. Nou, gelukkig kunnen jullie dat allemaal niet zien. Maar het is een beetje schouderophalend. Heel bijzonder. Ja, maar je moet je ook lekker in je design kunnen verliezen. Ja, zeker. Snap ik. Zo, hier gaan we nog een lijntje maken. Zo, hoeps. Hier gaan we naartoe. En we gaan dit doen. En we blenden, 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 blenden. Contact, blenden, schoonmaken, schoonhouden, contact. Uitwerken, openwerken. Het is wel een hele interessante vraag van Irene Vossen. Zij zegt, blijft het penseel altijd plat of kantel je het penseel ook tijdens het duwen van de bloemblaadjes, Pepijn? Even kijken. Even kijken hoe ik die moet interpreteren, Irene. Het is eigenlijk een kwestie van... plat, maar kijk, je werkt rechtop met je bolletje en je gaat naar plat. Je trekt nooit je penseel mee als je plat bent. Je penseel beweeg je alleen als je rechtop bent. Dus als je plat bent, doe je dat niet, want dan raak je je definitie kwijt. Maar tijdens dat naar plat gaan, zit je natuurlijk te kantelen. En soms wil je dat je met dat kantelen, kun je ook je penseel, ja, het product omhoog kammen, aaien als het ware. En dat is iets dat doe ik bij een ander design. Maar je gebruikt dus alle drie de posities. En soms ga je zelfs ronddraaiend kantelend. Bij een hartje bijvoorbeeld.
Ja, ik vind het wel een hele goede vraag inderdaad. En de uitleg van jou, Pepijn, erbij is ook hartstikke goed. Omdat het heel belangrijk is wat nou precies de stand van je penseel is. Dat begint al bij het creëren van gewoon al een nagel. Dus kun je nagaan als je zulke kleine blaadjes wil creëren. Met allerlei verschillende movements eigenlijk erin. Is het echt super belangrijk dat je weet hoe je penseel moet bewegen. Dus bedankt, Pepijn. Irene Vos zegt gelijk, dat dacht ik al, dank je wel. Zo. Nou, dan hebben we dus nu een soort beweging, hè? Zo. Zo. Ja. Zo. Mooi hoor al. Zo van hier, zo van daar. Ja. En dan gaan we even naar wat groen, want ik wil eventjes een beetje een stammetje, een stengel. Dit doe ik nu niet met de gemengde versie, maar dit doe ik met de ongemengde versie. Want dan kun je echt lekker een beetje, zie je ook dat er het bolletje ligt op de punt van mijn penseel. En ik teken eigenlijk met de inkt die daaruit vrijkomt. Ja. Het is eigenlijk meer een afdruk dan dat je echt het product erachter laat. Ja, ik wil gewoon de illusie hebben daar van het stammetje. En dan hier zo leuk van die aansluiting een beetje maken. Groene acryl droogt traag. Dus we kunnen daar lekker in meegaan. Dan neem ik nog een beetje groene acryl. En dan ga ik wat bloemblaadjes, basissen maken. Mm-hmm. Dus zet een bolletje neer. Je blendt hem lekker naar de bloem toe. Je maakt hem lekker nat. En dan ga je met de punt van je penseel zo... teken je blad erin. En ik ga even mijn penseel, nu maak ik mijn penseel toch plat, ook al is het een rond penseel. En dan maak ik hem plat in het midden. Want als hij in het midden niet plat genoeg is, dan zul je merken dat je lijnenspel erop straks heel erg blobbig gaat worden. En doe ik er nog eventjes eentje. Hier. Kan je nog een klein vraagje hebben tussendoor, Pepijn? Tuurlijk. Ik heb hier een vraagje van Romy Peters en zij zegt, mijn acrylbolletje is te nat, ook als ik mijn penseel afdep aan een wipe. Mijn acryl rent eigenlijk weg en ik krijg mijn bolletje ook niet makkelijk van mijn penseel af. Wat doe ik verkeerd? Ja, je hebt net al heel mooi aangegeven natuurlijk, Pepijn, hoe je op de juiste manier een bolletje op kan pakken, maar misschien heb je nog een extra tip. Het bolletje is te nat, je krijgt het niet van je penseel af. Nee, is te nat ook als het penseel afdept aan een wipe. En je krijgt het bolletje blijft wel aan je penseel zitten? Ja. Dan is het bolletje denk ik te droog. En dat klinkt heel gek. Ja. Zal ik eens laten zien wat ik daarmee bedoel? Ja, graag. Maar eventjes, Romy, moet je even zeggen of het klopt. Hè? Want het is maar een aanname. Maar stel je voor, ik moet even deze plat duwen hoor, want anders heb ik Ja, tuurlijk, werk maar gewoon rustig verder. Maar kijk, de vragen die stromen binnen, dus ik gooi eraf. Stel je nou voor dat ik een te droog bolletje pak... En ik maak mijn penseel dus nu droog aan mijn brushwipe. Want dat zeg je dat je doet. Je gaat in je liquid, je maakt hem droog aan je brushwipe, je neemt product op. En je pakt je bolletje en je gaat naar je nagel. Hé, hij blijft nu wel zitten. Oh, dat zal je altijd zien, hè? Dan heb je wel eens dat hij aan je penseel blijft zitten. Terwijl je eigenlijk... Kijk, zie je? Nu blijft hij aan mijn penseel zitten. Dan duw ik hem eigenlijk met mijn penseel op. Hai, ik zie het inderdaad, ja. Nou, dat is iets waar ik in ieder geval last van heb als ik hele kleine details ga maken. Dus dat ken ik. Als het te nat is en je krijgt niet van je penseel, dan zou je waarschijnlijk zien dat die echt in je haar is getrokken. Dus dan ziet het er zo uit. Oh, hij rent weg. Hij rent weg. Ja, mijn bolletje valt niet van mijn penseel af, maar hij rent wel weg. Oké, nou ja, dan... Kijk dan nog eens even goed hoe ik vloeistof pak. Ja, ik denk dat je het beter inderdaad nog een keer voor kan doen. Ja, doe ik dat wel even met de gewone vloeistof. Zo hier. En ik zet daar even wit neer. Zo, is zo'n beetje te zien. Ja. En ik leg hier even een brushwipeje neer. Zo, dit is misschien makkelijker voor jullie. Pak ik ook even een ander penseel, want deze is wel heel klein. Je gaat erin. Je strijkt hem af. Je strijkt hem af. Dus je gaat erin, je strijkt hem af. Ja, dit is natuurlijk niet handig dat ik hem daar neerzet. Je gaat in je poeder, 1, 2, en je gaat eruit. Dus je moet wel echt contact maken. Wat je ook nog kan doen is dit. Dus je strijkt hem af. Je gaat plat maken, je gaat erin. En je duwt en je pakt hem eruit. Is dat een beetje te zien of moet ik hem met een andere kleur doen? Kom door de witte achtergrond. Door die witte achtergrond zie je het een beetje moeilijk natuurlijk. Wendy gaat even kijken of er een andere camera is. Laat ik deze kleurs pakken. Ja, misschien is dat beter. Beter, dankjewel. Kijk,
sowieso is dat ook een tip. Hè? Als je wil werken, maak je of je oppervlakte van je poeder glad, of je zet hem schuin in je poederpotje. Dat is een beetje afhankelijk van wat je wil doen. Nou, je neemt hem, je maakt je penseel schoon, je gaat erin, 1, 2, en je pakt hem eruit. Ja. Dus schoonmaken, afstrijken, erin, 1, 2, en je pakt hem eruit. En hoe ziet je bolletje er nu uit, Pepijn? Kun je dat omschrijven? Is die glad? Heeft die hobbeltjes? Wordt het een druppeltje? Kijk, hij trekt glad, maar hij heeft wel een heel klein beetje relief. Ja, ik zie het inderdaad. En nu wordt hij glad. Ja, inderdaad. En hij hangt aan mijn penseel. Ja, en hij wordt ook wat matter, hè, als je goed kijkt. Ja, uiteindelijk wel. Oké. Okay. En als je nou een nat bolletje pakt, inderdaad, dat dus ik strijk hem dan niet goed af. Dan pak ik hem zo. Ja, zou dit te nat zijn? Nee. Wacht even. Vooral te groot, denk ik. Dat is lastig hoor. Ja, is inderdaad heel erg lastig, ja. Want dan moet je hem er vanaf laten druppelen in principe. Ja, zo. Plop, ja. Dan zuigt hij op. Dit is te nat. Hij is meteen glanzend en hij trekt in het haar. Ja. Misschien kun je dat op Topshot laten zien. Hij trekt in het penseel. Zien jullie wat ik bedoel? Ja, dat is duidelijk hoor. Dit. Hij trekt hier tussen die haren door naar boven. En dat wil je niet. Hij moet altijd aan het penseel blijven hangen. Nou, er komt nu een leuke tip aan van Femke. En die zegt, bij mij rent hij weg als het bijvoorbeeld te nat is. Bijvoorbeeld als die te diep in de vloeistof is geweest. En het helpt om hem dan iets langer af te deppen op de brushwipe. Dus als je hem dan opgepakt hebt, even op de brushwipe leggen, met dat bolletje aan de bovenkant van de haren, en hem dan omhoog halen. Ja, dan, dat wil ook nog wel eens werken. Maar het werkt ook wel echt hoor. Als je te nat werkt en je merkt dat het te nat is, doe er aceton in. Dan zul je merken dat je al meteen veel betere mixratio hebt. Dat maakt echt het product een hele andere compactheid krijgt het dan. Ik ga wel intussen tijd door eventjes met het aanzetten van mijn blaadjes. Ja. Maar jij kunt gewoon doorpraten. Ik kan gewoon doorpraten, dat is heel fijn. Oké, ik heb een vraag van Anneke Willems ook. En het is een vraag waarvan ik me gelijk ook afvraag van, nou, hoe kan dat? Ik kan niet tegen de acrylgeur in verband met haar longen. Is de UV-liquid niet sterk en kan het daar ook mee? Nou, ik weet dat de UV-liquid nergens naar ruikt. Maar kun je dit hier ook mee creëren, Pepijn? Anneke, dat gaat niet. Want UV-liquid is een hele dunne gel. En je pakt ook in een iets nattere mixratio dan je product op, maar hij vloeit weg. Je kunt niet die nerven erin zetten, want die nerven krijgen omdat het luchtdrogend is. Ja. En omdat het dus aan begint te zetten. Het begint van buitenaf naar binnen toe te drogen. Dus als je dan gaat duwen, dan krijg je eigenlijk een soort schil over je, net als melk. Als je melk hebt gekookt, dan krijg je zo'n vel op je melk. Ja. Nou, dat heb je. Dat bolletje acryl heeft dat ook, dat vel aan de buitenkant. Dat is van buitenkant naar binnen aan het drogen. En dat vel zorgt ervoor dat je die lijnen erin kunt zetten. Maar je kunt dus proberen dan om een nagellakremover zonder aceton te gebruiken. Alleen wat ik al zei, die verkleurt wel wat meer. Ja. Over tijd. En je krijgt dan iets minder relief erin. Maar dan kun je in ieder geval aan de gang. Ja, en Pepijn, die blaadjes waar je mee bezig bent, die eerste kleur die jij gebruikt, hè, die prachtige groen, want het is echt een fantastische kleur. Heb jij daar misschien het nummer van bij de hand? De zit dat nog green. Onder op het potje? Ja, natuurlijk. Dat is de 107003. Nou, ik doe dus die blaadjes in twee kanten opzetten. Hè? Dus eigenlijk noem ik het altijd het koffieboon-effect. Dus ik leg hem aan één kant en dan ga ik leuk zo met de punt de lijntjes erin zetten. Ja, echt kerven. Echt kerven, ja. Even hem zo pakken. Soms zit je er ook heel gek bij, hoor. Zet hem maar eens op mijn gezicht, dan zit je echt heel zo. Zo zit je. Oh ja, hij kan al, ja, inderdaad. Ja, ik wou net een foto maken. En dan vind ik ook dat ik hier nog een beetje mis. Zo hier een beetje aquarelleren eroverheen. Beetje afstrijken en een beetje erin masseren. Gewoon omdat het kan. Ja, dit moet je echt even de tip van je afhouden en dan eens gaan kijken waar je nog wat mist hebt, Pepijn. Gevoel. Ja. Ik neem nu een klein beetje oranje en dat ga ik gebruiken voor de kleine dingetjes in het hartje van het bloemetje. En dat doe ik met kleine bolletjes. Nog steeds, veel te groot bolletje. Kleine bolletjes en nog steeds lekker met mijn detailer nummer 3. Ja, fijn hè? Ik vind dat zo'n heerlijk penseel. Ja. En nu ik dit heb gezien, is het helemaal een favorietje geworden. Kleine bolletjes. Ja.
niet gaan trillen. Of, nou ja, ik tril altijd, maar dan moet je jezelf stabiliseren. Zo. Ik ga ook niet nu de hele tijd terug in mijn vloeistof. Alleen als het nodig is. Zo. Mooi hoor. Jij gaat het design straks nog goed vanaf de zijkant laten zien, hè, Pepijn? Ja, natuurlijk. Ja, oké, dat dacht ik al wel. Prachtig. Zo. Je blijft echt in de schaduw, hè, met het plaatsen van deze kleine bolletjes. Ja, echt in de middenplekjes. Ja. Zo. Even kijken. Eigenlijk wil ik er hier nog eventjes eentje, maar die moet nog kleiner. Hier. Nou, Lydie is alvast verliefd op je design. En Irene zegt respect hoor, kunstenaar Pepijn Borel. Nou, ik wil nog wel even iets laten zien onder Topshot over dat bolletje. Hè? Want wat je natuurlijk ook kunt doen, als je nou moeite hebt met het opnemen van een goede bol, is aanpassen op je brush wipe. Dus ik neem nu even een te grote bol, die ik ook te nat vind. Nou, die leg je neer en dan kun je zo van je brush wipe pakken wat je nodig hebt. En pakken wat je nodig hebt. Oh, dat is slim. Dus dan hoef je niet je zo zorgen te maken over die mixratie. Want dan trek je ook te veel aan vloeistof of zo in die nagel. Nou, dan vind ik eigenlijk dat oranje een beetje flauwtjes. Dus ik vul in dat oranje dan een klein beetje geel. Maar dan moet je nog kleiner werken. Zo. Zo. Gewoon kleine highlightjes in de kleine dingetjes. Hoeft ook niet overal, maar gewoon lekker een beetje waar je denkt om. Zo, waar je gevoel zegt van, nou, dat mag wel wat hebben. Ja, een beetje spelen met kleur. Zo. Prachtig. Nou, dat kan zo wel leuk worden. Heel erg mooi. Dan wil ik nog steeds wel, want ik hou van mijn dotting tool, hè. Ik ben gek op mijn master marbler. Maar niet zozeer om te marbelen. Ik vind het altijd leuk om daar nog extra elementjes mee te maken. En de vorige keer heb ik laten zien dat je er doorheen kunt krassen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook natuurlijk leuk zeggen van, ik doe wat leuke bolletjes neerzetten. Gewoon om wat meer spielerij te krijgen in de achtergrond. Oh, ik zit helemaal niet in het midden. Nou. Sorry, dat moet je wel zeggen hoor, als je niet in het midden zit. Wendy was me voor en je weet hoe leuk ik dat vind om tegen jou te zeggen. Vanochtend mocht ik het eindelijk zeggen. Ga je gang. Dan maak je zo lekker zo dat open. Ja, leuk. Eigenlijk heel simpel, hè? Ja. Oh, zo leuk. Daardoor leuk. Oké, Sarina heeft een goede vraag. Die ga ik tussendoor even stellen aan jou, Pepijn. Als je niet zoveel acrylkleuren hebt, mag je het dan ook met bijvoorbeeld de gel polish inkleuren? Dat je bijvoorbeeld alles met witte of roze acryl maakt, de bloemetjes en de blaadjes, en dat je daarna alles gaat inkleuren met gel polish? Ja, dat kan. Dat kan ook, hè? Moet je wel heel dun werken, hè, natuurlijk, met je gel polish. Maar dan is het wel glanzend, hè? Pepijn, moet je na de hand zwart lakken, van mat lakken. Ja, ik zou hem dan voor de foto, voor het huiswerk, niet ook nog mat, niet nog gaan aflakken. Want dan krijg je wel heel veel lagen op elkaar. Ja, dat is waar. En dan is dat glanzende. Het kan natuurlijk ook heel leuk zijn, hè? Ik bedoel, ik ben een ekster. Ik hou van glans. Zo. Nou, ik vind eigenlijk wel dat jullie het verdienen dat ik er nu klaar mee ben. Dus ik doe er alleen hier nog eventjes in, want het was een gek plek daar. Mooi hoor, hè? En ik ga weer met die lekkere dotting tool. Het is toch wat je allemaal met die dotting tool kan doen. Sowieso, je kunt hele designs maken met alleen een dotting tool en gekleurd acryl. Het is echt superleuk. Dat wil ik een keer zien. Nou, heb jij nog wat vragen? Ja, oh, ik heb zal hem even laten zien, het eindresultaat natuurlijk. Zo, en dan deze hebben we zo. Ja, en prachtig, hè? Die van vanochtend erbij. Je kunt het ook een beetje pastellerig maken. Heel erg mooi. Zo. Ik ga ze straks mee naar huis ontvoeren, zodat ik een mooi voorbeeldje heb om na te maken. Zo, die liggen dan klaar. Ja. Ik heb een leuke vraag, tenminste een leuke vraag. Een goede vraag van Niels bij Elvisa. Zitten in deze acrylkleuren ook een glittertje? Want zij heeft acrylkleuren met glittertje of shimmertje. Maar kunnen daar ook bloemen van gemaakt worden, Pepijn? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Moet je gewoon proberen. Het is wel iedere keer, maar dan kun je dus met je witte acryl die randjes eraan bouwen. Net als dat ik dat bij die eerste liet zien. En dan kun je dat gewoon gebruiken. Maar wel een fijn glittertje, hè? Niet te grove. Nee, want dan hardt het sowieso niet zo lekker uit. En dan kun je niet laten staan. Het ziet er niet uit, denk ik. Maar ja, wie weet.
Er zijn nog wat leuke comments die ik eventjes voor wil lezen. Angelique die heeft er hartstikke veel zin in. Krijgt zin in de zomer. Medi zegt dat hij ook weer super mooi, super prachtig, Pepijn. En Marieke vraagt of je de witte acryl kan mengen met pigmenten. Nou, ik weet het antwoord daarop. En dat is ja. Als je witte acryl gebruikt, heb je ook dekking. Iedereen vindt het geweldig. Jessica voegt er nog aan toe dat je ook met masterpaints bijvoorbeeld de bladeren in kunt kleuren. Dus Hele goede tip. Ja, wij denken, tenminste, ik denk niet 1, 2, 3 aan masterpaints. Maar natuurlijk, dat is nogal logisch natuurlijk. Deborah beaamt dat en die zegt als je met masterpaints doet, dan kan dat ook zelfs nog wel veel mooier worden. Iedereen zegt wauw, mooi, helemaal geweldig. Er komen heel veel leuke reacties. Ja, ik weet dat Pepijn gaat ze allemaal nog teruglezen. Ik denk dat jullie dit thuis ook gaan proberen. Ja, oftewel, je moet gewoon weer huiswerk gaan maken. Wat is het huiswerk? Laten we eens even gaan kijken. Nou, er staat hier, maak een camee van acryl en verras ons. Nou, Pepijn gaat jullie dadelijk nog eventjes precies tot in detail uitleggen wat nou uiteindelijk het huiswerk is. Want die gaat natuurlijk nog veel meer laten zien en dan ga je dit huiswerk begrijpen. Let er wel even op dat als je er nu al mee bezig bent, dat je niet vergeet om tussendoor foto's te maken. Het zou zonde zijn als je je ontwerp helemaal klaar hebt en je denkt, helemaal vergeten. Step by step, ja inderdaad, je moet foto's maken, want een step by step is verplicht. Ja, dat is precies wat ik wou zeggen. Ik heb een heel gesprek met Wendy. Laten we even kijken wat de regels zijn omtrent het huiswerk. Je hebt zoals altijd 1 week de tijd, dus tot 29 januari, om je huiswerk in te leveren. Je huiswerk stuur je alleen in de link in het album Mixed Media of het vastgezette bericht wat er staat van Wendy. Daar staat ook een linkje in. Kun je op klikken en dan kun je op die manier je huiswerk inleveren. Nou, stel je nou ervoor dat er verbeterpunten zijn, dan wordt er contact met jou opgenomen door de trainer in kwestie. En die gaat jou vertellen wat je nog beter kunt doen en dan krijg je een herkansing. Nou, ben je gewoon geslaagd, dan krijg je daar een automatisch bericht voor. Je bent geslaagd. Wordt je foto in de groep geplaatst en dan ben jij vrij om ook die foto te plaatsen in de Nail Talk Live groep. Dus dat is hartstikke leuk. Je kunt een prijs winnen, natuurlijk, want dat is nog leuker om mee te gaan doen. En wat is de prijs? Ik ga hem er even bij pakken hier beneden. Mag ik nog even 1 dingetje toevoegen, alsjeblieft? Jazeker. Ik heb het natuurlijk heel erg druk en soms vergeet ik op tijd in de groep te kijken om feedback te geven, of als jullie dat willen hebben. Dus als jullie feedback willen geven, als je je certificaat hebt gekregen en toch nog feedback wil hebben, of je wil echt hebt vragen, stuur me gewoon een messengerberichtje, stuur me een foto en dan kan ik mijn best doen om je te helpen. Dus voel je vrij. Ja? Nou, ik ga weer terug naar onze prinses, want onze prinses heeft de prijs. En dat komt omdat ik hou van bloemen, ik hou van acryl, ik hou van alles, maar ik hou bovenal van magnetic. Dus ik heb een magnetic prijs voor jullie. En wie houdt daar nou niet van? Dus deze tas kan helemaal niet ontbreken aan je huisraad of aan je kledingkast waar je tassen hebt hangen. Geloof me, deze neem ik altijd mee als ik op vakantie ga als ruim bagage en daar past heel veel in. Dus die krijg je sowieso. Maar hij is niet leeg, er zit van alles in. Er zit een heel leuk notitieblok bij in een map. Hartstikke leuk. Dus daar kan je leuk je aantekeningen van bij maken als je Nail Talk Live aan het kijken bent natuurlijk. Er zit bij een hartstikke leuk handdoekje, een gastdoekje. Ook van Magnetic natuurlijk. Wat zit hierin? Ik weet het denk ik al. Als het goed is, is het de standaard voor de penselen. Kun je penselen aanhangen, de magnetische penselen natuurlijk. Dus hartstikke fijn, kun je het gewoon op je tafel laten staan. Heel fijn, vooral met je acrylpenseel. Wendy heeft weer wat te vertellen aan mij, heel belangrijk. En ik praat gewoon terug naar haar, hè? Gewoon alsof ik in gesprek ben met haar. Oké, de click-on penselen, sorry, ik zeg magneetpenselen, click-on penselen, die gaan hieraan. Vooral je acrylpenseel, heel handig, want die blijft dan ondersteboven altijd netjes hangen. Er zit nog een heel leuk klein etuietje bij. Nou ja, daar kun je natuurlijk van alles in doen. Misschien wel dikke pakken met geld, die je hebt verdiend omdat je zulke mooie nagels zet. En we hebben hier een armsteun. We hebben hier een armsteun en die zit heel leuk verpakt in dit zakje. Het is net of het Sinterklaasavond is. En hier zit de armsteun natuurlijk in, ook met een leuk hoesje eroverheen. Zo moet hij, met een leuk hoesje. Stel je voor dat je aan huis werkt bij mensen thuis, dan kun je dit gewoon onderweg meenemen. Oh, ik zie hier zelfs dat de klikhandpenselen erbij zitten. Wauw. Ik heb hier een prestige acrylpenseel. Ik heb de detailer 3, die hebben we natuurlijk echt nodig, en een detailer 1. Dus hartstikke leuk, kun je gelijk de aanzetten. Wat een mooie prijs, Pepijn. Ja, leuk hè? Oh, ik ga echt meedoen.
En het mapje voor je penselen. Dus dan kun je ook nog, daar bewaar ik ze altijd het liefst in. Kun je ook je penselen nog inzetten. Dubbel vouwen, kun je hem op tafel neerzetten. Nou, zo dubbel klappen en kun je het meenemen. Lijkt net Rad van Fortuin. Hierin een mooie pen. Het is hartstikke leuk, ik word er helemaal blij van. Het is ook echt een mooi pennetje. Het zit hierin. En bovenal natuurlijk het Magnetic Expert schort. Dus ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om te hebben. Maar ja, je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Dus dat betekent huiswerk in gaan maken en in gaan leveren. Dus let goed op dat je dat ook echt goed doet. Hè? Dus hou je aan alle regeltjes. Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar, want er is nog steeds corona-lockdown voor ons. En dus daarom hebben we gewoon nog veel meer leuke workshops voor jullie om naar te kijken. Allereerst is aan Wendy weer de beurt. En wat gaat Wendy doen? Babyboom technieken. Superleuk. Ze gaat verschillende producten gebruiken en laat zien hoe zij daarmee een mooie babyboom maakt. En buiten dat Wendy dat heel goed kan, is ze ook nog eens een keer heel erg snel. Dus daar kunnen we misschien ook nog hele goede tips uithalen. Ze gaat acryl gebruiken, power gel, gel polish, fibercoat volgens mij. Dus ik kijk er naar uit. Dan hebben we natuurlijk nog de rest van de planning voor jullie. Nou, ik en Pepijn zijn natuurlijk al geweest. Wendy heb ik jullie al verteld. En daar achteraan komt op woensdag 27 januari Deborah. En Deborah gaat voor ons leuke zomerse designs maken. Nou, ik kan niet wachten. Ik heb hartstikke veel zin om al die felle kleurtjes weer te pakken. Misschien pigmenten, glass gels. Ik heb geen idee wat ze allemaal gaat gebruiken. Maar het zal vast hartstikke leuk worden. Dus ik kijk ernaar uit. Daarna gaan we verder met Linda. Met Linda Verkooyen. Vrijdag 29 januari gaat zij voor jullie de ballerina nagel laten zien, maar dan de salon variant. Ik ben daar gezellig bij, dus dan kan ik lekker met Linda erover kletsen. We hebben altijd genoeg te kletsen. Wendy natuurlijk achter de knoppen, dus het wordt een leuk drietal weer. Ik ga kijken hoe zij dat nou precies doet. Hoe zij nou in de salon die ballerina maakt. En vooral een beetje getaperde vorm. Hij zal niet zo lang worden, maar dat is juist interessant. Want ja, je klanten willen graag een ballerina, maar heel smal. Kan dat of kan dat niet? Linda gaat het ons allemaal vertellen. We hebben nog een sheetje voor jullie, want het is nog niet afgelopen. Maandag 1 februari gaat Gino Haan voor het eerst live met vintage lace en pareldesigns. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat hij gaat maken. Ik heb een klein beetje een ideetje en ik geloof dat het echt priegelwerk wordt. Maar ik ga eerst kijken hoe hij het gaat doen en daarna ga ik het gewoon lekker naapen. Wie ook voor de eerste keer Nail Talk Live echt live gaat doen, is Aletta Visser op woensdag 3 februari. En ze gaat de Easy Nail Art en Stamping Workshop geven. Hartstikke leuk. Als jij straks weer kan gaan beginnen in de salon, kun jij gewoon heel snel weer heel veel centjes verdienen met leuke, snelle nail art. En als je de voorbeeldjes al hebt liggen, dan kun je mensen natuurlijk al nu al lekker maken. Als het weer mag, zo snel mogelijk naar jou toe te komen voor een leuk, snel, simpel design. Dus ik ben reuze benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. De volgende die op de lijst staat is onze enige echte eigen Jessica Padberg, vrijdag 5 februari. En zij gaat de Live Aid Portraits. Ik was een beetje bang omdat ik dacht, nou moet ik een heel portret van een persoon na gaan maken. Maar het is wel portraits met een knipoog. Dus ik weet zeker dat jullie dat ook heel erg leuk gaan vinden. Ik kan ook weer niet wachten hoor, dus ik ga zeker meedoen. Nou, dan hebben we last but not least Michelle Taribuka. Ik zeg elke keer Michela, maar ik bedoel natuurlijk Michelle Taribuka. Maandag 8 februari gaat zij ons geweldige art laten zien. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat het art wordt wat niet zozeer op nagels gedragen hoeft te worden. Maar het is wel art, dus ik ben reuze benieuwd. Ik weet zeker dat het fantastisch wordt, want het zijn altijd hele mooie bijzondere dingen die Michelle ons laat zien. Dus kijk ik ook weer heel erg naar uit. En waar ik ook naar uitkijk is wat Pepijn weer voor ons in petto heeft met zijn volgende design. Pepijn, let us know. Ben benieuwd. Ja, ik had eventjes een brainwave tussendoor. Ik denk dat jullie even lekker snel... Ik had één design, die deed ik vroeger gewoon heel vaak, omdat die gewoon heel lekker snel is en super makkelijk. En dat is met die dotting tool. Dus wat heb ik hier nou gedaan? Ik heb hier een basis gemaakt van een turquoise kleur. Heel mooi. En ik pak gewoon lekker mijn penseel en ik ga nat, neem ik goud op mijn nagel. Dezelfde als die ik net heb gebruikt. Ik met mijn gewone vloeistof. En dan maak ik hem lekker nat. Zo. En die slats ik hier overheen. Lekker helemaal uit zo. Boem, boem. En een beetje zo. Beetje er doorheen. Oh, ik ben helemaal uit beeld. Leuk. En penseel schoonmaken. Dan ga je naar je dotting tool. Dan ga je met je dotting tool ga je hier leuke krullen in maken. Zo. Zo. Was ik helemaal vergeten dat ik dit nog deed.
Erg leuk, Pepijn. Zo. Ja, mooi. En dan zo deze. Wel, tussendoor je dotting tool schoonmaken. Ik doe hem nu even lekker grof, want dan kan ik lekker door zo direct. Maar zo doe je dat dus. Nou, en dan kun je natuurlijk... Ik vind hem dan altijd nu nog een beetje saai. Want ja, het is natuurlijk gewoon krullen. Dus wat je dan nog kunt doen, wat ik heel leuk vind, dat vind ik dan weer wel leuk, is wel met je gemengde vloeistof, en dan neem je gewoon lekker met een beetje wit, ga je dat is een beetje veel wit, een beetje wit, ga je dan hier zo die een beetje verhogen. Zo, zie je dat? Zo. En dit is echt super snel, maar zo efficiënt. En dat kun je echt over alles heen knallen wat je wil. Ja, leuk. En dan vind ik bijvoorbeeld keuzes. Ja, hier. Ik zie het inderdaad. Een beetje. Nou, en dan zet je er nog wat leuke dingetjes bij. Bijvoorbeeld, ik pak toch nog een bolletje wit. Pepijn, is dit nou bijvoorbeeld ook een leuk design om te zeggen van, nou, ik vind het best wel spannend allemaal. Ik ga met een design zoals dit beginnen en ik ga daarmee eerst eens eventjes een beetje voelen. Geldt dat dan gelijk ook als een design wat je dan voor je huiswerk gemaakt hebt? Of zeg jij van, nou, nou dat kan iets meer. Zeker. Als je het wel, moet je het wel mooi uitwerken. Ja. Maar zie je dat je met dat wit, en dat zou je natuurlijk ook weer met tussenliggende kleuren kunnen doen. Zo maak je echt op een supersnelle, eenvoudige manier leuke nailart. Je knalt er hier een steen in het midden en je doet hier nog een... Ja, ik vind gewoon dat er een steen moet in het midden. Dus ik pak eventjes leuk een steen. Want ja, een lekker ding. Ik bedoel, ik kan echt niet zonder stenen. Ja, het leven zonder stenen is als... Deze, niet deze stenen. Laat ik dan leuk deze steen nemen. Want dat zijn ook zulke leuke stenen. En dan doe ik gewoon leuk. En dat doen we natuurlijk weer met een bolletje acryl. Hè? Leuk, leuk. Zo, een klein bolletje acryl. Zo kun je zien dat, dat het niet allemaal heel veel tijd hoeft te kosten. En dat is natuurlijk ook wel fijn dat jullie dat zien. Want anders denken jullie misschien bij jezelf van, ja, zo, deze leuk. Zo, heb je alweer een leuke eyecatcher erin. Even wiel dicht doen. Echt, geloof me, ik heb dat één keer niet gedaan, het wiel dicht. Want ik dacht, dat doe ik straks wel. Dat doe ik dus nooit meer, want de hele studio zat onder de glasstenen. Ja. En vind ze dan nog maar eens terug. Nou, ja, of pak de stofzuiger. Ja, met een panty erop, hè. En dan, hè? Met een panty erop, want als je dan als je een panty erop houdt en je stofzuigt, dan blijven al die steentjes in die panty hangen. Oh, dat is briljant. Ja, dat is al een ouwe hoor. Midden alsjeblieft. Volgens mij werd ik gevraagd om even naar het midden toe te gaan. Oh, daar zat ik op te wachten de hele tijd al. Zo. Nee, op Pepijn, dat is heel lastig. Ik snap dat wel. Dat is een beetje te plagen. We kunnen het goed zo zien. Nou, dan moet je dus even een panty halen. Voor die strassteentjes. Ik vind het echt een heel goed idee. Oh, de mensen zijn helemaal, vinden de prijs helemaal geweldig. Ik word zelfs vergeleken met Oprah Winfrey. Nou, je kunt met slechter worden vergeleken. Nou, er kwam wel heel erg veel uit die tas. Dus ik kan me voorstellen dat jullie zoiets hadden van, dus er komt geen eind aan. Maar kijk nou hoe leuk dit is. Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Stel je voor, en dan doe je daar een reverse nagel met die kleur bij. Ja, ja. Met wat gouden flakes erin. Ja. Nou, het hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Nee, je zeker hebt gewoon niet. Super, super makkelijk leuk designtje. Ja. Nou, en snel, hè? Dit ging best wel redelijk vlot, dit. Nou, redelijk vlot. Ik vond echt dat het heel snel ging. Maar misschien is mijn gevoel voor tijd anders. In ieder geval, we hadden volgens mij nog iets op de planning staan. Ja, ik kon niet wachten om dit design nog eventjes van Pepijn te zien. Maar het is nu natuurlijk eventjes tijd om naar de volgende commercial te gaan. Het is heel belangrijk om te weten, dankjewel Wendy, het is heel belangrijk om te weten, en natuurlijk ben ik dat niet vergeten, dat de Rubberbase deze maand 20% korting heeft als je die bestelt. En wat nog mooier is, het is nu tegenwoordig ook in pot verkrijgbaar. Willen jullie de reclame zien? Let maar eens op. We'll be right back.
Nou, geweldige reclame natuurlijk voor een geweldig product. Ik ben echt hartstikke blij met Rubberbeest sowieso. Maar nu het in de pot zit, ben ik echt helemaal een gelukkig mens. Vind je niet, Pepijn? Ja, nou, ik begreep in eerste instantie helemaal niet waarom het in een pot en in een flesje moest. Dat heb ik van jou geleerd, Cerise. Ja. Want jij hebt mij verteld, ja, Pepijn, dat moet natuurlijk in een pot en een fles. Want voor je inputslaag, maar ook gewoon, sommige stylisten vinden het fijner om uit een potje te werken. En anderen vinden het fijner om uit een flesje te werken. Dus ja, en gelukkig waren we nog op tijd om het in deze maand uit te brengen. Zodat jullie die korting erop krijgen. Het zou anders wel een beetje flauw zijn geweest. Ja, ik heb weer nieuwe brush wipes. Ik verslind brush wipes. Ik hou van brush wipes. Soms voel ik me een brush wipe. In ieder geval, ik heb hier het volgende design voor jullie. Of tenminste, de basis. Ik heb een leuke geel aangebracht met een klein glittertje daaroverheen. En ik heb hier een pannenkoek neergelegd. En dan denk je misschien bij jezelf, waarom? We gaan namelijk, als jullie mij al langer kennen, dan kennen jullie dit design. Maar als je dat nog niet kent, is het helemaal leuk. We gaan de pioenroos maken. En de pioenroos is dus een gesloten bloem. Nou, hoe gaan we dat aanpakken? Kijk mee. Herinner je even nog hoe we dat vorige keer deden, hè, met die roos, met het optillen van dat blad. Dat is namelijk heel erg belangrijk, gecombineerd met de technieken van vandaag. En zo creëer je op een makkelijke manier die pioenroos, maar ik ga wel proberen hem snel te doen. Dus ik ga hem niet heel uitgebreid doen, maar ik ga hem wel doen, want ik vind hem wel leuk. En, ja. Ja, zeker. Ja. In ieder geval, ik werk dus met diezelfde roze kleur, hè, die een beetje semi-transparant is. En daar ga ik nu ook mee aan de gang. Ik heb mijn mengsel nog. Nou, zoals we al eerder hebben verteld, die aceton verdampt op een gegeven moment. Dus je moet dan, als die is verdampt, dat wel eventjes erbij gieten weer een beetje. Maar ik ga nu eerst even kijken of het nog zo kan werken. Ik neem een bolletje. Een behoorlijke bol. Die zet ik neer. En die verdeel ik en laat ik aan die eerste laag hechten. Dus ik zet hem er aan vast. Dan maak ik mijn penseel schoon en droog en dan duw ik hem zo plat. Gelijk in platheid als de basislaag, maar maak hem niet te dun. Sommige mensen maken hem te dun, ik heb die dikte hier nodig. En waarom heb ik die dikte nodig? Ik pak nu liquid aan mijn penseel en ik ga onder mijn bloemblad, schuif ik zo. Zie je dat ik mijn penseelpunten echt zo lekker onder doe? Ja. Zo, zo, zo. En dan wat gaan we doen? Dan kantelen we en dan tillen we hem omhoog. Ja, het moet echt een plakje blijven, hè, Pepijn? Ja. Ja. En ik kantel hem een beetje zelfs over die eerste laag heen. Ja. Zo. 1. Ja, jullie zullen wel denken, wauw, wat gaat dit worden? Maar ik heb hem gezien vanochtend en het is geweldig. Dus let goed op. Ja, het kwam toevallig ook omdat we erover in gesprek waren vanochtend. Ja. Zo, hier gaat er nog 1. Plat maken. Plat maken, penseel schoon. Plat. Zo heb ik mezelf ook getraind, hè, om te zorgen dat het penseel altijd schoon is. Gewoon door tegen mezelf steeds te zeggen, penseel schoon, penseel schoon. Ja, ja. Daarom zeg ik het ook zo. Nee, doe ik toch vanaf deze kant. Nee, ik begrijp dat wel. Je geeft het gewoon wat extra, wat extra aan de aandacht breng je het dan. Hè. Dat moet je bij jezelf ook doen, dat klopt. Lossnijden, 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 losmaken, lossnijden, los. En als er een klein gaatje in komt, maakt niet uit. Zo en zo. Want die vul je straks weer op? Ja, dat, jullie zien het straks zien wat ik ermee ga doen. Oké. Okay. Nog eentje. Normaal gesproken doe ik altijd 4, maar ik doe het nu voor de tijd gewoon 3. Leg ik hier neer. Dat gaat wel heel erg tegen mijn gevoel in, maar ja, weet je wat. Gelukkig heb ik straks ook nog een voorbeeld met 4 blaadjes. Ja, dat is ook zo. Je hebt genoeg voorbeelden liggen daar. Ja, ik heb op de zaak dus 2 koffers vol met designvoorbeelden. Leuk, hè? Ja. Zo, plat maken, droog, plat, droog. Schoonmaken, nat maken, penseel bevochtig, ga eronder. En we gaan lekker snijden, gaan snijden, gaan snijden. En soms ben je net te vroeg met snijden. En dan zie je wat er nu gebeurt, dat hij een beetje oprimpelt. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Gewoon in model brengen. In model brengen en we laten hem sluiten, we laten hem sluiten, we laten hem sluiten. Zo, dat bedoel ik met sluiten. Ja. En je tilt hem op en je masseert hem een beetje naar binnen toe. Zo. Zo. Nou, dit moet eventjes aanzetten. En om de harmonie in het bloem te behouden, zet ik er een paar platte blaadjes ook bij. En die zet ik gewoon. Dus dat is eigenlijk gewoon een plat rond blaadje. Zoals je de eerste keer de eerste live uitlegde, hè? Ja. Ja.
zo plat. En dan gaan we naar deze. Deze gaat ook hier naartoe. En dan gaan we deze gebruiken, deze kant op. Ik maak deze nu wat groot en wat grof, maar dat zullen jullie straks wel begrijpen waarom ik dat doe. Zo. En dan vind ik ook nog hier nog even snel. Natuurlijk kan ik iets uit het midden. Dus deze til ik niet op, hè. Dit is gewoon plat. Even laten zetten, even plat maken, penseel schoon. En dan doe ik er hier nog eentje, want eigenlijk zit hij in een soort diagonaal. Ja. Zo. Zo. Nou, als ik dat heb gedaan, snappen jullie natuurlijk, hoop ik, of ja, zullen jullie wel aanvoelen komen, dat ik natuurlijk ook nu weer met andere kleuren erop ga werken. En dat wordt een stappenplan. Voordat ik dat stappenplan ga doen, ga ik in het hart van mijn bloem een paar bouillons neerleggen. Vanochtend deed ik het daarna, dat ging niet zo goed, dus ik doe het nu ervoor. Dus hier, in het midden, leg ik wat bouillons neer. Gemengd met Supreme Finish, zoals ik al had gezegd. Gaat hij in de lamp. Zo. Pepijn, om nog even terug te komen op die groene kleur. Ik hoorde net dat die niet meer verkrijgbaar was in de webshop. Wendy vertelde mij dat die uitlopend is. Dus dat betekent dat hij niet meer te verkrijgen is, hè? De acrylic green? Ja, die groen die jij net had. Die hele mooie groen waarmee je die bladeren maakte. Oh. De 107003, inderdaad. Oh, nou moet ik daar even een stokje voor steken. Nou, dat zou ik ook doen. Ga ik even een stokje voor steken. Komt goed. Dank je wel. Ja, erg mooi. Dit is dus intussen een beetje aangezet. En we gaan door. Wat ga ik nu doen? Ik ga naar die pastelzalmkleur. Dat is deze. En ik ga een klein beetje vloeistof nemen. Mijn mengsel. En ik ga met die pasteltint op mijn rand werken. Dus ik leg hem erop. En ik blend hem erin. Ik blend hem dus over de boveneind van dat muurtje heen. En ik ga hem in deze muur masseren. Ja. En een beetje in vorm brengen. Ja, als die nou te nat zou zijn, dan zou je zo je bolletje verliezen naar de binnenkant van de bloem. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Nee, sterker nog, je wil hem een beetje over laten hangen. Ja, ja, vanaf de zijkant kun je het heel goed zien, Pepijn, wat je doet. Dank je wel. Okay. Ja. Dat is echt heel duidelijk. Volgende. En dit doe je dus in stappen, hè? Dus je werkt jezelf rond die nagel. Ik leg hem er weer op. Even contact maken. Soms heeft hij bijna geen steunpuntjes meer. Zo. Hier zit hij ietsjes te laag, dus ik wil hem hier ietsjes hoger. Zo. Die laat ik eventjes aanzetten, want ik wil hier wat bijzetten. Maar ik moet even wachten tot die droog is. Ja. Dus in de tussentijd ga ik naar deze. Je gaat nooit uren zitten wachten. Je moet altijd je tijd benutten. Bolletje, die leg ik erop. En duw ik zo hier naartoe. En duw ik hier naartoe. Zo. En breng ik mooi in vorm. Eigenlijk werk ik nu een soort zwevend. Ja, dat is ook belangrijk, hè, dat je inderdaad zegt dat zwevend is. Dat kun je inderdaad vanaf de zijkant heel goed zien, dat je daar aan het zweven bent. Vanaf de voorkant is dat iets lastiger om te zien. Zo. Ik trek hem wat breder door naar midden. Naar ja, midden. Mooi zo, Wend, dank je. Zo. Dan ga ik weer terug naar dat plekje wat ik niet zo tevreden over was. En dan trek ik hem zo door. En laat hem even aanzetten. Mm-hmm. Zachtjes. Ja. Een beetje blazen helpt. Ja. Zo. Echt supergoed beeld op deze manier. Heel mooi. Terwijl dit aan het drogen is, knal ik er snel die andere ook bij. Dus hier. Schoonmaken, penseel. Inblenden. En geen lijntjes hier zichtbaar. Gewoon lekker transparant. Zo, één. Punt maken. Ik hoop dat ik nog een beetje in het midden ben. Ja, redelijk. Ja, ja, ja. Zo.
Mooi dun. Je ziet ook dat hier die rand scherper daardoor wordt. Ja, prachtig. Zo. Zien jullie nou dat je hier die lijn ziet? Ja. Lelijk. Is niet mooi. Mm-hmm. Dus ik pak er een beetje product bij. Zou je ook bijvoorbeeld weer wat van dat donkere product kunnen pakken? Om, als je hem bijvoorbeeld te licht vindt geworden, dat je zegt, ik geef hem nog een beetje schaduw. Je kunt hem bij. Inschaduwen. Ja. Vaak vind ik dat wat lastiger, want je hebt met inschaduwen vaak dat je net te ver gaat. Dus vandaar dat ik dat vaak... Ik vind het, voor mij werkt het fijner van donker naar licht. Ja. Maar het is heel persoonlijk. Ja, en correcties moet je natuurlijk altijd gewoon doen. Ja. Oké, hebben we hier weer. Maken we dat randje weer lekker scherp. Opletten dat ik hier niet weer zo'n rand krijg. En dat heet in het Engels line of demarcation. En dat vind ik zo leuk dat ik dat weet. Ja, is mooi. Ja, dat klinkt zo goed. Ja, er wordt gevraagd, er wordt heel veel gevraagd. Dus ik ga straks eventjes de comments met je door, Pepijn. Maar iemand vraagt op dit gedeelte, waarom doe je dit niet met een dubbel dip bijvoorbeeld? Omdat ik hem echt op aan het bouwen ben. Ik kan niet dit bolletje in één keer in deze vorm krijgen. Dus ik wil heel specifiek kiezen welke delen zijn donker en welke delen zijn licht. Ja. Dus het is een hele specifieke keuze. En bij een double dip heb je natuurlijk altijd dat die kleuren in elkaar gaan mengen. Het gaat een soort marmeren, dat is heel mooi. Maar dan heb ik niet meer die hele precieze controle over wat ik aan het doen ben. Dus vandaar. Ja. Ik pak weer een lichtere kleur roze. Ik ga mezelf weer fixeren. Ik pak een lichtere kleur. En die leg ik daar op. En ik ga eigenlijk die stappen herhalen. Er zijn een aantal mensen die het huiswerk niet helemaal begrijpen. Pepijn, even tussendoor. Dat gaan we straks nog een keer bespreken. Hè? Dus maak je geen zorgen. Dat gaan we straks nog een keer Ik had oorspronkelijk een ander idee met het huiswerk. Namelijk dat je echt een kamee moet maken. Maar toen heb ik me eigenlijk een beetje bedacht. Wat ik eigenlijk wil is dat je een juweel maakt op de nagel. En dat mag met bloemen. Maar dat mag ook met de techniek die ik toen net heb laten zien. En dat mag ook met de techniek die ik hierna laat zien. Maar het moet dus een juweel zijn. Een juweel gemaakt van acryl. Ja. Of tenminste met de technieken van vandaag. En een kamee is natuurlijk een juweel. Ja. Maar is heel specifiek. Vandaar dat ik het iets heb verbreed voor jullie. Hiermee ga je dus gewoon lekker door. Het zijn echt maar hele kleine stapjes. Ja. Nou, Aukje Noorden zegt, wauw, het lijkt zo makkelijk, maar ik denk als ik eraan begin, dat ik met mijn handen in mijn haar zit. Nou, dat zou je misschien denken, Aukje, maar het is echt goed te doen als je maar die eerste bladeren omhoog weet te krijgen. Ja. Als je die eerste bladeren de lucht in weet te krijgen, dat is even tricky, want dan moet die verhouding aceton vloeistof goed zijn. Maar heb je ze in de lucht, dan kun je ze eindeloos doorbouwen. Ja. Dus geloof me, het ziet er veel moeilijker uit, het eindresultaat ziet er moeilijker uit dan dat het is. Ja, daar stond ik eigenlijk ook wel van te kijken, dat ik dacht, oh, nou kan ik dat ook als ik het zo bekijk. Meliang zegt pioenroos en orchideeën, mijn absolute favorites. Ja. Ja, nog even wat vragen over het huiswerk, maar Pepijn, dat gaan we straks nog een keertje doen. Hè. Ja, maar ik hoorde dat er wordt gevraagd hoeveel tips. Ja. 1 echt juweel van een nagel. Oh. 1 echt juweel van een nagel. En ik zal proberen rekening te houden met mensen die wat meer ervaring hebben en mensen met minder ervaring. Ja, dat is wel leuk, hè? Want ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om het prachtige magnetic pakket te winnen. En hoeveel pakketten zijn er te winnen eigenlijk dan, Pepijn? Wat denk jij? Dat ligt aan de inzendingen. Ja, dat is ook zo. Dus je hoeft als beginner helemaal niet bang te zijn dat het niet het allermooiste is van wat je hebt gezien, wat er ingezonden is. Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het gaat erom dat je de techniek gewoon goed hebt begrepen en dat je een goede uitvoering hebt. En ja, hoe lang je dan bezig bent als nagelstyliste, is natuurlijk gewoon, dat telt gewoon een beetje mee ook. Dus dat vind ik wel leuk, Pepijn, dat jij dat ook gaat bekijken. Heel leuk. Mooi. Ik ga nu witte acryl gebruiken om nog meer te sluiten. Zo, en ik doe hier nog een klein beetje. Zo. En dan zie je dus dat je met dat spelen, met die kleuren van die acryl, echt buitengewoon mooie effecten kunt beogen, verkrijgen, bedoel ik. Beogen is verkeerd. Nou, dan vind ik ook nog, ik kan het, als ik er bezig ben, is het zo moeilijk mee stoppen. Kan je niet stoppen, hè? Nou.
Zo, hier moeten natuurlijk ook bladeren, hè, maar dat moeten jullie maar eventjes in je hoofd erbij nemen. Dan neem ik dus die poeder, die heel snel weer gewoon verkrijgbaar is. Trust me. Acrylic green. En die zet ik dan hier nog eventjes neer, want even zodat jullie zien hoe je dan zo'n design afbouwt. Zo. Beetje uitrekken. Plat maken. En uitwerken. Is dat mooie groen weer. Zo. En dan laat ik dat dan aan deze kant ook doen. Ernaast nog eentje. Want dan is het niet zo gek dat ene blad, dat die andere blaadjes missen. Ja. Dan is het net alsof daar gewoon de struik leeft. Ja. Ja. Zo. En dan lekker punt maken en eventjes lekker inmasseren. Is er een andere groen, Pepijn, die je heel erg goed zou kunnen gebruiken voor het maken van bladeren? Heb jij daar een optie voor? Want ik bedoel, groen is wel echt heel belangrijk, dat je ook echt bladgroen hebt. Ja, in principe kun je, nou ja, je kunt iedere kleur groen gebruiken, want ik gebruik deze kleur groen alleen maar als steunpunt voor mijn pastelgroen. Ik gebruik hem alleen maar zodat mijn pastel meer diepte krijgt. Dus je zou ook die pastel op zwart kunnen zetten, want ik gebruik hem helemaal niet als puur groen. Hè? Ja. Kijk, als we gaan kijken naar deze ook. Nou ja, kijk maar gewoon mee wat ik nu aan het doen ben. Ik gebruik hem niet voor het groen. Ik gebruik hem als basisje voor mijn volgende stap. En dit is mijn volgende stap. Dan neem ik die pasteltint. Dit is meer pastelgeel. En die breng ik er dan zo overheen. Ja, mooi. En dan maak ik mijn penseel schoon. En dan ga ik er zo in kerven. Dus dat zou ook bijvoorbeeld bruin kunnen zijn. Of dat zou zwart kunnen zijn. Dat zou zelfs bijvoorbeeld rood kunnen zijn. Bij roos is het ook mooi. Als je een rode roos hebt gemaakt, om die schaduwtint daaronder ook rood te maken. Ja, want dan leeft dat een beetje door. Dus in principe kun je iedere kleur groen gebruiken die je wil. Dat ligt een beetje aan je compositie. Zo. Lijntjes. Ja, leuk deze techniek, zo dat bolletje op bolletje. Ja, ik vond dat ook echt, toen ik daarmee bezig ging de eerste keer, dacht ik echt bij mezelf, oh, dat is leuk. Leuk om te doen ook, hè? Ja, ja. Ja. Ja, en in mijn tijd had je natuurlijk geen social media en zo. Dus ik kon ook, je moest echt spelen om dingetjes te ontdekken. Ja, dat is nu wel anders, hè? Ja, dat is wel fijn hoor. Dat je tegenwoordig wat makkelijker kunt ontdekken hoe je dingen moet doen. Want ja. Zo, nog eentje. Ik weet het, mensen. Ik verveel jullie. Pardon. Scherp maken. En uitwerken. Nou, kijk, dan heb je dus dit. Prachtig. En dan kun je natuurlijk kiezen, die techniek die ik toen net liet zien met die dotting tool, die kun je natuurlijk ook gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld als je, stel je voor je neemt een beetje pastelroze hier. Zo. 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 Dan kun je natuurlijk dat gewoon herhalen. Even blazen, want hij is glanzend, hij is te glanzend. En dan met de kleine kant kunnen we gewoon zo dat terug laten komen. Ik vind het altijd wel leuk als daar een beetje speelsheid in zit, in die basis. Ja, vind ik ook. Zo. En dat is ook echt zo herkenbaar aan zo'n 3D acryl design, vind ik altijd, dat ingekerfde stukje product. Zo. Kijk, dan komt die kleur een beetje terug. En dan vind ik eigenlijk ook, maar dat is dan de compositie, dat je hier nog een beetje moet nemen. Zo, hier, zo, hier, zo, 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 hier. Zo, zo. En penseel schoonmaken. Altijd wel even je penseel schoonmaken. Het is me één keer gebeurd, toen was ik met dit bezig. Toen kwam ik terug bij mijn penseel. Toen kwam ik erachter dat het penseel uitgehard was. Oh, wat erg. Ja. Ja, dat is echt zonde. Ja, maar ik had vorige keer toch ook dat ik mijn gelpenseel gewoon voor de gellamp legde. En toen dacht van, inderdaad, dat is hard. Ja, soms heb je van die momenten. Zo, kijk, hier heb je hem. Ja, prachtig. Heel erg mooi. En ik had hem mooi natuurlijk vanochtend ook gedaan. En dit is dan hoe je hem doet als je hem volledig doet. Ja, fantastisch. Allebei mooi hoor, Pepijn. Wauw. Zo. Heel mooi. Zelfde techniek, alleen hier zit dus een extra rand van schuin gezette blaadjes bij. Ja, heel mooi. Ja, het is jammer dat de kijkers het even niet in het echt zien nu, hè, Pepijn. Want het is echt. Het zijn zulke mooie mini-kunstwerks. Mogen we vanaf de zijkant nog een keer zien, Pepijn? Dan dat je een beetje ziet hoe dat eruit kijkt. Oh, ja. Heel mooi, ja, prachtig. Kijk, en natuurlijk, als je hem helemaal wilt perfectioneren, ga je dit ook wegblenden. Ja. Maar dat is niet nodig voor een frontal gezicht. Nee,
Maar het stoort ook niet echt heel erg hoor, Pepijn. Nee, maar ja, voor de artiesten onder ons. Ik heb een vraagje, Pepijn, van Lisette Oost. Zij vraagt, moet ik eerst een cursus in acryl volgen? Of als ik weet wat ik moet bestellen, kan ik dit dan gewoon op tips gaan oefenen? Want ik vind dit zo gaaf om te doen. Nou, je kunt wel, ik neem aan dat je wel dan een nagelstylist bent. Want je hoeft niet per se natuurlijk een gel of een acryl nagelstylist te zijn. Ik heb in mijn leven best wel vaak gel nagelstylisten gehad die alleen de acryl designs maakten. Dus alleen het bloemen maakten en de andere dingen die ik heb laten zien. Dus dat kan gewoon. Blijft wel altijd belangrijk. Draag handschoenen als je met acryl werkt, want je wil jezelf beschermen tegen de vloeistof. Maar buiten dat kun je dat natuurlijk gewoon doen. Ja, veel plezier ermee. Het is ook heel erg leuk. Alleen je moet even wennen aan het product. Dus de eerste 10 tips die je aan het doen bent, ja, ga er maar vanuit dat je daar gewoon aan het stoeien bent met voelen hoe dat product werkt. Ja. Als je hem eenmaal in de vingers hebt, krijg je hem er nooit meer uit. Kijk maar naar mij. De laatste keer dat ik bloem heb gedaan, oké, dat is dan een maand geleden. Maar de keer daarvoor was het zeker 3 jaar. Ja, kun je nagaan, hè? Nou ja, Lisette, het is misschien ook wel heel leuk voor jou om even de vorige live van Pepijn terug te kijken. Die kun je vinden op Magnetic Nail Talk op YouTube. Pepijn heeft al de level 1 gegeven in principe. Nou, als je daar dan ook naar gaat kijken, is dat misschien voor jou als eerste stap ook wel heel erg leuk om dat nog even te gaan doen. Je kan helaas geen prijzen meer mee winnen, maar je kan wel lekker oefenen. Dus, nou oké, ik denk dat we toe zijn gekomen aan degene die het prijzenpakket hebben gewonnen van de opdracht van Jessica. Wat was het geweldig. Het was zo mooi. En ik moet eerlijk zeggen, eventjes naar jullie toe, van mij naar jullie, geweldig. Ik heb zulke prachtig mooie designs voorbij zien komen, dat ik echt dacht van, het lijkt wel of iedereen het gewoon kan. Het is ongelooflijk. Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Ik ben natuurlijk benieuwd wie de prijswinnaars zijn, dus ik ga Wendy even vragen of zij die tevoorschijn wil toveren voor jullie. Ah. Wat cool. Kijk eens hoe mooi. Jamie Folk, ik hoop dat ik je naam goed zeg. Nou, moet je kijken hoe mooi. Echt super gemaakt. En hele leuke designs ook van gemaakt. Het totaalbeeld. En daar zie ik Scar volgens mij. Super. Mooi, gefeliciteerd Jamie. Echt heel erg mooi. Ik weet niet of er nog meer winnaars zijn. Oh, geweldig. Oh, wat mooi Sandra ook. Echt ja, prachtig. Ja, geweldig. Sandra Drinkwaard. Heel erg leuk. Wauw, wat heb je veel gemaakt. Dat zijn maar liefst gewoon 8 designs. Of dit hoort ook allemaal bij Sandra. Oh, Maleficent. Dat meen oh, Cruella. Je niet. Oh, Cruella de Vil. Is dit allemaal van 1 persoon? Oh my god. Ja, heel erg mooi. Wauw, Sandra, wat ben jij lang bezig geweest? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb 1 design heb ik gemaakt en daar heb ik een halve dag aan gezeten volgens mij. Nou, hartstikke gefeliciteerd ook. Super gefeliciteerd. En de laatste winnaar. Op rij, ach ja, heel leuk was deze ook. Coraline Obispo. Kijk eens hoe mooi. Ik vind ook echt heel erg leuk die corresponderende tipjes erbij ook aan de zijkant. Echt geweldig. Heel erg leuk. Leuk. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat jullie gewonnen hebben. Laten we kijken. Nou, de Master Paints natuurlijk, de Matte Top Gel, de Set Detailers en de Paper Palettes. Nou, als jullie die natuurlijk thuis gestuurd willen krijgen, moeten jullie niet even vergeten om jullie persoonlijke gegevens eventjes toe te sturen. En daarbij naar info, ja dankjewel, naar info@neiltalklive.com. En dan krijgen jullie zo snel mogelijk natuurlijk je spulletjes thuis gestuurd. Hartstikke gefeliciteerd en dik verdiend. Trouwens, iedereen hartstikke gefeliciteerd, want ik was echt zeer onder de indruk. Laten we verder gaan met iemand waarvan ik ook zeer onder de indruk ben. Pepijn Morel. Ja. Ik zit te kijken op de tijd. Het is pas 3:50. We gaan erg snel. Ik denk dat we misschien maar eventjes voordat ik ga beginnen. Gewoon, ik hou van glitter. Ik ben glitter. Kijk maar achter me. Glitter, glitter, glitter. Glitter, glitter, glitter. Alles glittert. Ik ben glitter. Heb jij ook behoefte aan glitter? Of heb je behoefte aan een stoere bink? Kijk naar Balmaské.
Ja, prachtige commercial. Echt zo mooi. Iedere keer weer prachtig om te zien. En ja, deze glitters, je zou denken, dat is leuk met kerst. Ze komen met kerst uit, dan kunnen we het lekker gaan gebruiken. Maar dit zijn echt wel gel polishes die het hele jaar eigenlijk gewoon lekker kunt combineren met allerlei soorten kleuren. Dus ja, dat is niet mis om deze reclame zoveel mogelijk te zien. En nou, laten we nog een keertje voor de tweede keer teruggaan naar Pepijn om te kijken wat hij gaat maken. Ik weet dat hij het een beetje lastig vindt om te kijken wat hij nou precies gaat doen. Want inspiratie is overal, Pepijn. Ja, inderdaad, overal. Maar ik ga toch terug naar wat ik oorspronkelijk van plan was. En dat is eigenlijk waar het idee van die cameo ook vandaan komt. Nou heb ik één poeder, één color powder. Dat is echt mijn favoriete color powder ooit. Ever. En dat is deze. En die heet Ivory Coast. En het nummer daarvan is 107-120. 170-120. En de Ivory Coast, ja, je ziet het misschien een klein beetje, die heeft een shimmer. Is een beetje paarlemoer wit, maar is ook transparant. En daardoor kun je met deze poeder echt prachtige dingen maken. Van hele mooie bloemen, bijvoorbeeld bruidjes met pareltjes in het midden, is echt stunning. Maar ook wat ik zo direct ga maken. En het is vroeger deed ik dit design en dan was ik in 5 tot 7 bolletjes klaar. Tegenwoordig ben ik dat niet meer, want ik ben niet meer zo supersnel. Maar ik vind het wel leuk om jullie te laten zien hoe je met dat veden en blenden andere dingen kunt maken dan alleen maar bloemen. Hoewel, met die bloemen alleen heb ik een heel carrière gebouwd. Ja, ja, het ligt eraan hoe je het benadert. Maar ik wil dus nu laten zien hoe ik vroeger dat gezicht maakte. Mensen die mij al langer kenden, die kenden hem misschien, maar ik blijf hem leuk vinden. Ja, en erg mooi. Geloof me, Ivory Coast, the bomb. Ik heb hier een tip en die tip heb ik met zwarte acryl, ik heb er zwarte acryl op aangebracht. Dan kun je zeggen, waarom werk je niet op een zwarte kolorpop? Nou, dat komt omdat ik zwarte acryl gewoon heel erg fijn vind om op te werken. Zeker bij dit. En ik ga nu hoofdzakelijk werken met mijn ongemengde vloeistof en mijn detailer nummer 3. Ik zet het wel even lekker in de buurt. En wat ik ook belangrijk vind, ik maak dit stukje hier nat. En dat doe ik omdat ik af en toe een bolletje kleiner wil maken, maar wel nat wil houden. En als ik hem dan hier leg en hem ervan afpak, dus deel en ervan afpak, dan blijft hij vloeibaar, of dan blijft hij goed, wordt hij niet te droog. Bla 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 bla, wordt hij niet te droog. Ja, zo kun je het ook zeggen. Oké, nou, ik ga beginnen met de lippen van mijn design. Altijd goed naar je bolletjes kijken. En ik begin met de onderlip. En dat is gewoon één bolletje wat ik mooi uitrek en hier in de mondhoek breng. Zo. Zo gaan jullie er maar even lekker voor achterover zitten, want dan dit is heerlijk om naar te kijken. Ga ik hier dit wat strakker maken. En dan moet je met die Ivory Coast opletten dat je niet te veel gaat vegen. Want als je gaat vegen, zul je merken dat je die hele fijne shimmer die erin zit, het gaat verdelen over je hele nagel. Volgende bol. Bovenlip. En die doe ik in 2 delen. Hier zet ik mijn bolletje neer. Ik laat hem een beetje vloeien. En ik trek hem door naar de mondhoek. Ik maak mijn penseel schoon. Ik ga er even doorheen om het te scheiden van elkaar. Zo. En ik laat hem mooi uitvloeien. Volgende bol. Een klein bolletje leg ik ervoor. En dan bouw ik de tweede lip op. Het tweede deel van de lip. En ik verbind ze aan elkaar vast. Zo. Maak even mijn penseelpunt schoon. En ik ga erin. Om dit mooi van elkaar te scheiden. Dan komt hier natuurlijk de neus. Klein bolletje. Oeps, hij valt van mijn penseel. Dan is hij dus te nat, hè? Zo, die zet ik neer, waar ik mijn neuspunt wil hebben, en die beweeg ik zo omhoog. En dan creëer ik de brug van de neus. Ik probeer deze ook een beetje naar de zijkant toe te brengen voor de neusvleugel. En ik ga hier een beetje naartoe, en ik ga hier een beetje zorgen dat dit ietsjes is uitgeblend, dat ik geen scherpe lijnen heb. Ik wil dus alleen de scherplijn aan de buitenkant houden. Hier wil ik juist de zachtheid hebben.
En ik ga ook met mijn punt van mijn penseel er eventjes een beetje in. Kijk, zo. Even neusbeuteren. Ja, dat is echt het gaatje van het neusje, hè? Dan gaan we door. En dan pak ik een wat grotere bol. En die leg ik hier neer. En die trek ik door naar hier. En die trek ik door naar achter. Zo. Penseel schoonmaken, een beetje vloeistof. En dan blend ik dit zo. Zo een beetje uit. Zo. Een soort vriendjes maken met je acryl, hè? Ja. Vergeet niet te screenshotten thuis, mensen. Tussendoor. En dan maak ik dit nog iets. Ietsjes boller. Zo. En deze poeder is echt een droom. Ja, hè? Ook het gevoel van de poeder is dat ook echt een must-have, hè? Het is net roomboter. Zo. Dan ga ik het bovenste ooglid maken. Neem je een klein bolletje. Dat zet je neer. En dan maak je penseel schoon. En dan ga je ertussen. En dan blend je, neem je mee terwijl je naar achter gaat. Zo. En dan ga je terug. En dan blend je een beetje naar voren. En dan trek je zo dat puntje mee. Dat je een beetje een wimpertje geeft. En met de punt van je penseel ga je eronder. En til je zo dat ooglid omhoog. Eigenlijk een soort ooglidcorrectie. Hoe handig kan het zijn? Zo. Oh, dat zou kunnen. Ik hoor dat men vindt dat het lijkt op de Dalí van Michelle. Dat is natuurlijk, dat was die neus, hè? Denk ik dan. Ja. Die was ingeschilderd. De neus en de lippen, inderdaad. Het wordt nu, dat kan, ja. Ja, dat waren de neus en de lippen. Ik ben alleen nu met het hele zijkant van het gezicht bezig. Ja. Maar toevallig had ik gezien dat Michelle ook een kameel laatst had gepost, die heel mooi is. Ik wil jullie met name laten zien hoe je met die intensiteit van je kleur kunt werken. Want ik ga nu bijvoorbeeld een grote bol pakken. Nee, die is te droog. Zo. En die leg ik hier neer. Zo, en die blend ik heel. Zien jullie hoe dun ik die daar naartoe blend? Zo. Ja, je legt het hoogste punt neer en je werkt hem weg naar de lagere punten. Ja, prachtig. En blend hem zo uit. Maar je ziet dus ook dat je met die shimmer heel veel, op dat zwart heel veel effect sorteert. Ja, hè? Ja zeker dus op dat dan, zwart. Ja, dus je moet daar een beetje voorzichtig mee werken. Zo, en dan pakken we nog wat. En dan pakken we een klein bolletje en die leggen we dan hier neer bij de kin. Laten we een beetje teruglopen. En die trekken we zo mooi naar boven. Zo, penseel schoon. Prachtig. Plat verdelen. En je blendt hem zo mooi uit. Zo. En dan moet je hier zorgen dat hij hier niet rond is. Dus dan ga je zo met je punten naartoe. En dan doe je hem zo onder die lip. Ja. Zo. Prachtig. Nou, als je dat hebt gedaan, dan heb je eigenlijk een basis er al op zitten. Ja. Het enige wat ik dan nog wil doen, is bijvoorbeeld hier, met een heel klein beetje acryl, zo hier, dit puntje, zo. Beetje erin masseren. Nou, je stem maakt wel het een en ander los, Pepijn, want Natasja Reinders, de partner, die vroeg zich af of het een 18-plus programma is wat bezig is nu, omdat Pepijn zo zwol praat. Oh, sorry. Nee hoor, heerlijk wat, juist. Ik zal wat heerlijk. Zo mannelijk doen. Ga maar gewoon door. Maar het is zo leuk als je zo vriendjes maakt met iemand. Tuurlijk. Nou, als je dat dan hebt gedaan... Oh, Wendy Maria Achenaar vindt het therapeutisch. Ik wil even mijn punt van mijn neus ietsjes meer... Ze moet een beetje een wipneusje krijgen. Dus ik masseer hem een beetje zo. Dan omdat die neus ietsjes is gedraaid... Wil ik, nou ja, dat komt straks pas. Ik wil hier een klein bolletje. Zo hier. Zo. Om hier net eventjes een klein beetje... Lekker dat neusje aan te zetten. Zo. En dan moet je wel opletten dat je hier dan niet een puntje eraan krijgt hangen. Dat is gek. Wauw, Pepijn. Geweldig. En dan gaan we terug.
En dan gaan we hier natuurlijk nog een beetje in licht geven. Sorry. Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan heb je natuurlijk een klein gezichtje. Maar ik wil natuurlijk meer, want ik wil er een juweel van maken. Dus we gaan bloemblaadjes toevoegen. Diezelfde bloemblaadjes als vanochtend. Ik ben helemaal in de stille modus gezakt met mijn stem. Ja, fijn toch? Dat geeft niet. Mensen zitten hartstikke te genieten ervan. Dus ga maar gewoon zo door, hoor. Dus ik leg een druppeltje neer. Til ik door naar boven. Kun je ook heel fijn mee schilderen met deze acryls hier. Nou. En dan een beetje corrigeren, maar niet te veel. En dan ga je erin. Dus je maakt je penseel rond. Je gaat erin. En je maakt hem open. En je duwt hem open. Zo. En je tilt hem een beetje omhoog. Wauw. Ongelooflijk. En je neemt een klein beetje meer. En die leggen we er zo naast. Penseel schoon. En dan breng je hem er zo omheen. En laat hem zo aansluiten. Even aan laten zetten. Penseel schoon. Rollen. En dan ga je eronder langs. Maak je die beweging nog wat mooier. En dan moeten we natuurlijk nog wat meer hebben. Dus we kunnen ook nog hier. En dan laten we die een keertje dicht. Dus dan doen we daar gewoon een druppeltje van maken. En we gaan zo ornamenten maken. Hierboven, die roos van vorige keer, die kun je natuurlijk ook een beetje maken. Hè? Dan leg je bijvoorbeeld hier een bolletje neer. Zo. En dan verdeel je, draai hem om. En dan verdeel je hem vanuit het hart naar buiten. En dan masseer je hem zo helemaal open. Ga je terug en dan neem je weer een beetje product. En wel opletten dat je niet per ongeluk in je acetonvloeistof gaat, hè? Want dan moet je natuurlijk wat anders werken met je product. En dan leg je deze er dus in zo. Zorg hiervoor dat zwart, maak je penseelpunt schoon, en dan ga je er zo in en dan masseer je hem zo open. Dit is de Ivory Coast powder en daar kun je dus echt geweldige ornamenten mee maken. Zoals ik ook nu aan het doen ben. Maar ook dus bloemetjes. Hier nog een bolletje. En die leg ik er zo'n beetje in als een druppeltje. En dan ga ik mijn penseel schoonmaken, scherp maken. Ik ga erin en ik kerf van buiten zo erdoorheen. Naar hier. En ik maak hem open. En dan hebben we zo'n roosje daar zitten. Ja, prachtig. En dat doe ik omdat haar maken best lastig is. Dus ik maak er ornamentjes van. Ah, dit is wel erg mooi ook hoor, Pepijn. Het is ook echt wel echt gewoon de next level dit. En dit is dus gewoon... Nou nee, het is spelen met je intensiteit van je kleur. En je basis. Door dat kleurcontrast met dat zwart krijg, kun je echt geweldig mooie dingen maken. Ja. Dan vind ik ook dat we natuurlijk wat ornamenten nog wat meer moeten hebben. Dus ik leg deze hier. Dan maak ik contact. En dan ga ik zo. Zo. Een beetje krulletjes maken. Zo. En dan vind ik dat dat ook wel leuk is hier. Zo. En wel altijd rekening houden met die basiskleur. Want die basiskleur die bepaalt natuurlijk wat je er allemaal mee kunt doen. En dan gaan we hier ook nog een beetje... Ja, die poeder is wel echt een must-have, hè? Dus die moet ik dadelijk maar even meenemen, anders kunnen we die niet gaan maken. Beetje hier aan laten sluiten, zo. En dan gaan we weer terug naar de benedenkant. Ja, de een na de andere, Wendy zegt het ook in mijn oor. De mensen zijn helemaal overrompeld van dit design. De een na de andere comment komt binnen hoe geweldig het wel niet is. En dat mensen al weten wat voor juweel ze gaan maken. En, ook is zo benieuwd. Ja, en wat een kunstenaar het is. Ja, inderdaad. Ik snap dat jij benieuwd bent. Want mensen vinden dit echt geweldig. Ik kan wel... ik denk dat ik wel gewoon 20 minuten bezig kan zijn om al deze comments op te noemen. Het is echt bijzonder mooi, fantastisch. Mee vindt het ook prachtig. Daar zag ik net ook een bericht van voorbij komen. Ja, ja. Pepijn praat wel heel lief met zijn werkje. Ja, die houdt ook wel van zijn werkje, denk ik.
Ja, een kunstwerk. Pepijn is goud waard, fantastisch. Next level inderdaad. Ja, dat zei ik ook al. Ik zeg dat dit next level is. Ik pak in tussentijd een heel klein beetje wit. Ja hoor, ga je gang. Oh, dankjewel. En met dat wit ga ik nog een heel klein beetje her en der een klein highlightje geven. En dit is dus het juweel wat ik bedoelde, hè? Oh, sorry, mijn haar zit in de weg. Ik moet even dan mijn stapje afmaken, want ik kan niet in een stapje verplaatsen, want voordat ik het dan weer heb gevonden met mijn ogen. Ja. Heel klein beetje highlight, hè? En dat doe ik dus allemaal met die mooie Ivory Beach. Niet Ivory Coast. En dan vind ik ook nog wel ietsjes op die eyelashes, hè? Ja. Gewoon, kijk dan, een klein bolletje. Ideetje. Soms is het ook een sport om het kleine bolletje te pakken. En dan draai ik hem om. En dan pakken we zo deze weg. En dan gaan we hem ietsjes corrigeren, want anders wordt hij wat te breed. Prachtig. En dan nog een klein beetje. Hier lekker op die jukbeen die we allemaal zouden willen hebben. Zo. En dan tot slot nog eventjes een heel klein beetje wit. Zo in het oog. Nou zei ik u... Nee, ik moet nog een klein beetje wit natuurlijk op de onderlip. Gewoon helemaal vergeten. Kijk zo naar je design en dan denk je... Huh? Zo. Wat zei je? Bob Ross. Ken je die niet? Wendy zegt in mijn oor dat ze Bob Ross niet kent. Wendy, nou, foei. We gaan straks een videootje kijken. Ja, dat is pas therapie. Jaap zegt mooi design met mooie kleuren. Pepijn, deze kleuren, die heb jij toch zelf ontwikkeld? Ja. Is dat zo? Ja, dat is waar, ja. Kun je nagaan. Ja, dat weet Jaap toch allemaal goed, hè? Ja, inderdaad. Ik dacht, weet je, dat je hoeft niet altijd alles... Nou, kijk, we hebben dus dit. Ja, het is prachtig. Maar het is geen juweel. Dat moeten we er nu van maken, natuurlijk. Het is zo fantastisch. Het lijkt wel echt gewoon geschilderd. En ja, ik vind het heel erg mooi. Ik neem een klein beetje clearpowder. En dan doe ik dat zo hier een beetje neerleggen. En dan pak ik wat kleine stukjes opalen. Heb ik alles over verteld. En het mag best een contrasterende kleur zijn. Ja, tof. Dan schiet het er wat meer uit. Ja, heel erg mooi. Het doet ook een beetje boeddhistisch aan, Pepijn, klopt dat? Ja, hè? Nee, dat is wat je er zelf in ziet. Ja. Kleine stukjes. Ja, prachtig. Die kleur ook. Kan die best hebben. En dan natuurlijk hierboven ook nog wat. Ja, en als je met dit dan eenmaal bezig bent, dan moet je hem ook afmaken, hè? Ja, want anders kun je gewoon niet... slapen. Maar niet te veel. Het gaat om het design wat we hebben gemaakt. Ja, je moet hier nou niet een paar hele grote stenen bij zetten. Oh, dat was ik wel van plan. Nee, joh. Ja. Nou, daar ga ik een stokje voor steken, hoor. Nee, dit is wel erg mooi. Zo, hier nog eentje. Dan wil ik ook nog wat bouillons natuurlijk. Ik ga weer naar mijn Catharina's Choice penseel. Die leg ik er dan zo mooi. Een leuke opmerking van Jet. Die zegt, hahaha, mijn man loopt langs. En die zegt, nou, succes schat, succes ermee. Als je niet te genieten bent, dan weet ik alvast waardoor dat komt. Ja. Wat kennen onze mannen ons zo goed, hè? Nou, hè? Is zo. Ja, Angelique zegt inderdaad, les is morgen, geen grote stenen. Nee. Nee, maar ik wil het wel nog een beetje afmaken. Zo. Ja. Een paar hier. Volgens mij is die nog mooier dan vanochtend, Pepijn. Al.
kon me dat vanochtend niet voorstellen. Ja. Zo. Dan moeten we hem heel... Nee. Ik vind dat mengen van die bouillons door die gel zo'n ontzettend briljante vondst. Ja. Ja, je maakt ook geen onnodige vlekken meer, hè? Nee. Ja. Nou, dat gebeurde voorheen natuurlijk nog wel. Ja. Zo. Ja, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga toch een strassteentje doen. Ja, dat dacht ik wel. Kan je geen capuchon erop plaatsen? Is dat niet mooi, hè? Ik zet hem heel even vast. Beetje meer natural. Natural, een capuchon? Ja, is meer steen. Oké, ik heb nu overkill. Overload. Weet je wat dan misschien wel mooi is? De vuuropaal. Oh ja. Ja. Ik denk dat mooier is als weer zo'n ordinaire steen. Haha, sorry dat ik het zeg. Jaap zegt mooi. Oh ja, ik zie hem nu. Komt hij bij mij binnen? Ja, Jaap zegt mooi. Een African Queen of niet? Ja, daar kan ook. Wel van weg. Ja. En ik ga even kijken. Want ik word nu natuurlijk geforceerd om een cabochon te nemen. Ja, dat kan. Ik wil je niet forceren hoor. Doe vooral wat je zelf voelt. Nee, want weet je, in Afrika vinden ze dus natuurlijk ook opalen. Opalen vinden ze in Afrika, maar ook in Australië. Er zijn wel verschillende typen opalen trouwens. Oh ja? Afrikaanse opalen zijn poreuzer dan de Australische opalen. Maar goed, dat doet er niet toe. De vuuropaal echter vindt men in Australië. Ja, dit is wel mooi. Iedereen riep nee voor die extra steen, maar dit staat er wel prachtig bij hoor. Ja, en ik denk toch, en dan is hij klaar. Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Ja, dat is de ook een leuk idee. Als hoofdtooi. Ja, inderdaad. Ja, gaan we ook doen. Ik heb ze toch hier nu. Voor de queen. The queen of Africa. Ja, Afrika. Inderdaad. Of coming to America, hè. Oh ja, dat leuk ook hè. Ook van die hoofdtooien. Leuk hè. Ja. Het blijft een goeie. Kijk eens, ja. Hoe bedoel je queen? Zo. En dan ga ik nog één dingetje bekijken of dat kan. En dat, oeh, verkeerde penseel. Ja, soms doe je gekke dingen als je bezig bent. The Jewel of the Nile. Jaap zegt prachtige afronding en nu klaar. Ja, Jaap, ik durf het niet te zeggen hoor, want ik dan voelt Pepijn zich geforceerd. En dat is het laatste wat ik wil doen vandaag. Maar Jaap zegt klaar nu. Zo. Ja, en klaar nu. Hij is ja, klaar. Het is prachtig. Het is niet te doen. Ja, het is heel erg mooi. Dus als je een beetje weet hoe je moet blenden en moet veden, ik bedoel, is dit gewoon appeltje eitje. Dus gewoon doen. Ik bedoel, luister, als ik het kan, als ik het jaren niet meer heb gedaan, dan kan iedereen het. Het is gewoon een kwestie van veden en dan nog een beetje veden. En als je dat dan doet, dan kun je natuurlijk ook nog andere variaties maken. Hè? Bijvoorbeeld, ik had deze vanochtend gemaakt, dat was dan een beetje de mannelijke tegenhanger. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik laat iemand naar boven kijken. Ja. Je zou ook nog kunnen zeggen, ik laat... Ja, deze is een beetje boos. Ja, dat doe ik toch. Je zou ook nog kunnen zeggen... Ja, mooi ook hoor. Ik laat een beetje... Tof. Een windblazer, een gargoyle. Of je brengt iemand heel sereen. Ja, mooi ook. En ja, ik moest natuurlijk even oefenen, maar die was ook wel aardig gelukt. Ja, kijk. Dus zo. Ja, ongelooflijk. Nou, prachtig. Dat was het voor vandaag. Ja, heel erg mooi. Echt, ik heb waanzinnig genoten. En het is heel erg leuk, want ik heb Pepijn vanaf vanochtend echt een beetje zien warm draaien. Ja, en die eindigt echt gewoon met een klapboom weer recht in mijn gezicht. Ja, nou, het blijft gewoon echt waanzinnig mooi om naar te kijken. En het was leuk om dat inderdaad te volgen vandaag helemaal. Dus ik was heel erg blij dat ik hier mocht zijn. Nou, jullie moeten natuurlijk huiswerk gaan maken. Jullie weten inmiddels wat een kamee is. Pepijn heeft al een beetje uitgelegd. Probeer zoveel mogelijk van de technieken te gaan gebruiken. Ja, dankjewel Wendy. Probeer zoveel mogelijk technieken te gebruiken van wat je vandaag hebt gezien. Zorg dat je uiteindelijk een juweel overhoudt. Dus een mooie plakkaat. Een sieraad. Gewoon, je moet erbij denken aan een sieraad. Je hoeft er één te maken. Dus je kunt helemaal losgaan en all the way. Misschien zien we nog veel meer verschijnen. Maar laten we even kijken naar het huiswerk. Nog eenmalig. Nou, een kamee van acryl. En
de kamee wordt het juweel. Ja, een kamee is ook een juweel. Vandaar dat ik een beetje door de war ga inderdaad. Maar dus een juweel, een mooi plakkaat van een juweel, van acryl. En verras ons daarmee. Nou, wat zijn precies weer de regels? Zoals iedere week weer. 1 week de tijd om je huiswerk te maken tot 29 januari. En daarna dan moet je huiswerk ingestuurd zijn. Stuur je huiswerk in via de link in het album Mixed Media. Maar je kan ook je huiswerk insturen in het linkje wat je vindt in het vastgezette bericht van Wendy. Doe je dat niet, ontvang je dus geen certificaat. Nou, mochten er nou nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op en krijg je dus nog een herkansing. Vergeet ook niet je step-by-step foto's erbij mee te sturen, zodat we echt kunnen zien dat jij het gemaakt hebt. Maak er in ieder geval minimaal 3 in de stapjes naar het eindresultaat. Dus in het vastgezette bericht kun je ook gelijk alle regels omtrent het huiswerk vinden. Als je nou denkt, ja, jij gaat maar iets te snel, kun je het daar nog een keertje teruglezen. Nou, als je geslaagd bent, dan gaan wij, krijg je sowieso een mailtje toegestuurd dat het allemaal in orde is. Dat is een standaard mailtje. Dan wordt op een gegeven moment wordt jouw foto geplaatst in het album van de desbetreffende live, nu deze van Pepijn. En dat is jouw cue om op een gegeven moment dan je foto te gaan plaatsen in Neeltok Live, zodat we hem allemaal kunnen gaan bewonderen. Ja, dankjewel. En wat kun je winnen? Dat is minstens zo belangrijk. Laten we nog eens eventjes kijken. Dit is het pakket wat ik net natuurlijk op mijn gemakje heb uitgepakt. Er zitten alle mooie spulletjes in die ik jullie net heb laten zien. Hele mooie prijs. Maar ja, het is dan ook echt best wel een hele lastige opdracht. Wel een hele leuke. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik ga het in ieder geval wel proberen. Dadelijk even alle spulletjes verzamelen die ik nodig heb. En dan lekker genieten. Ik heb in ieder geval vandaag heel erg genoten. Pepijn, hartstikke bedankt daarvoor. Het was ook echt een eer om hier vandaag dan ook aanwezig te zijn. Wendy, hartstikke bedankt dat jij er weer voor hebt gezorgd. Dat we alles goed konden zien. En dat je een paar keer aan Pepijn gevraagd of die dan ook echt in het midden wou gaan zitten. Dus bedankt daarvoor. Lieve mensen, ik zie jullie heel snel weer. Sowieso zie ik jullie als Linda live gaat. Maar allereerst gaan jullie de volgende keer Wendy natuurlijk zien met de babyboom. Pepijn, ik denk dat Pepijn jullie nog heel even gedag wil zeggen. En dan voordat we af gaan sluiten. Dus Pepijn, aan jou het laatste woord. Ja, natuurlijk wil ik jullie nog even gedag zeggen. Wat fijn dat jullie het leuk vonden. En het blijft natuurlijk heel specialistisch, dit werk. Ik heb ze nog even alle 5 neergelegd hier. Het zijn er 5 geworden, zeg. Screenshot. Dus het is een beetje bomteboel. Maar ja, ik ben ook een bomteboel. Dus maak screenshot en ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken. Voel je vrij om te creëren wat je in je gedachten voorbij ziet komen. En als je echt nog hulp nodig hebt, stuur me een messengerberichtje. Nou, Sarisa, dank je wel dat je hier zo hebt geholpen vandaag, want dat was echt heel erg fijn. En Wendy ook, hè, bedankt voor het in mijn oor fluisteren af en toe. Midden! Maar goed, het is dan heel aardig. Dus ja. Ik zou je een beetje naar het midden kunnen gaan. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en ik geef het woord weer terug aan Sries. Ja, hartstikke bedankt nogmaals voor het kijken. Het is natuurlijk gewoon geweldig dat jullie er allemaal weer zijn en met zulke grote getalen. Nou, het was een hele bijzondere dag. Ik heb genoten. Ik laat jullie nog eventjes 1 keer genieten van ook een hele bijzondere gel polish, de Cat Eye. Heel veel plezier met het kijken daarvan. Tot de volgende keer.